Dames en heren, het is zover. De zomervakantie is voorbij, ook voor Louis de Kleren en mezelf en onze gasten. En dus zijn we terug met uh, nieuwe episodes van Twee Man en een Paardenkop. Louie, als ik dat zo vertel, dan lijkt dat alsof wij echt dat gepland hadden en expres zomervakanties hebben genomen. Dat is niet zo eigenlijk. Twee maanden ergens onder de zon gaan liggen. Is <laughs> echt nee, niet waar. Nee, jammer genoeg niet. Hard gewerkt, hè? Jij en ik? Ja. Allee, of toch ik in elk geval. Jawel. Ja. Jij ook? Ja? Jawel. Uh, altijd bezig, hè? Toch? Ja, druk geweest, druk geweest. Um... We hebben dat allemaal gedaan. Veel, veel veilingen. Mm -hmm. Veel veilingen, vakantie. Denken de mensen allemaal, allee, die, zijn weer, die zijn weer verdiend. Ja. Kan de winter weer in? Moet ook, hè? Uh, ja. Absoluut. Het zijn onze maanden, hè? Voilà, hij is meer als het heet is. Daarvan gesproken, hoe is het eigenlijk met het fruitseizoen? In welke periode zitten we? Begin. Uh, Pluk. De, ja, het meesten is binnen. Dus we zijn ook uh, een paar latere appelrassen aan het plukken nu. En we spreken 1 oktober. Ja. Um, dus we zijn nog een paar latere appelrassen aan het plukken en voor uh, de rest, alle peren zijn binnen. Um, we hebben minder geoogst, dat was ook verwacht. Ik uh, denk dat er 30% minder fruit is in België of in de lage landen te koer. Disclaimer, dus dat wil zeggen dat uw fruit... Niet. omhoog <lacht> ja. <lacht> voilà. ja. Zo gezegd. En um, de kwaliteit? Want uh, is, is het in het voorjaar hagelregen? Want het ja. is nog enerzijds 30% minder, dus dat er minder aan de bomen hangt. En dan ja. is ook nog een keer de kwaliteit natuurlijk belangrijk. Uh, ja, de kwaliteit... Uh, de eetkwaliteit is zeer goed. Goed, ja, dat is wel een heel goeie antwoord. Ja. Ja. Ik ben extreem onder de indruk... Je hebt, je hebt uitgepakt. Mensen die je volgen op Strava... Uh -huh. is, zit er een fout in, of is het niet zo? Ik <laughs> kreeg zo'n bericht van iemand. Heb je je garmen aan uw hond gehangen? Ja, maar oké. Okay. <laughs> je hebt een halve marathon gelopen... Uh -huh. Maar dan nog een bosmarathon? Dat heet bosmarathon. Ah, dus en dat is ook wel, ja, je loopt ook wel grote stukken door het bos, hè. Maar niet nee, nee. omhoog, maar dan, naar beneden. Um, een uur veertig, vier minuten zes veertig per kilometer, uh -huh. dat is wel extreem rap. Dat is niet extreem rap, hè. Lustert, dat is extreem rap. Voor uh, De normale sterveling is dat extreem ook rap. Ook voor mij is dat heel rap. Ja, ja, ja. Ik had het eigenlijk niet uh, verwacht, of tot morgens was dat niet het plan. Um, want mijn... Uh, Coach, die had gezegd op voorhand: je mocht uh, je, je het eerste deel een beetje op je hartslag letten en het tweede deel doe er maar in en, en zie je maar hoe ver je geraakt. Ik zeg: ja welk? S morgens vroeg ik: oké, okay, welke dan? hartslag dan? Oh ja, uh, op trainingen loopt 4,30 aan hartslag, 165, 175. Dus je moet dan 165 lopen en dan zie je maar, aangezien het een nieuw parcours is. En in het bos: 4,45 is oké. Okay, en dat ging, ja, dat ging eigenlijk vanzelf. Is wel Allee, het is mijn natte droom om lang afstand aan die, uh, aan die snelheid te lopen. Ja, dat was bij mij ook. en Ik had dat nog nooit. Hey, okay, ik heb heel veel getraind de laatste maanden. En allemaal via zijn programma's. En nooit zo lang aan die snelheid, maar wel veel intervals. En als ik duurlopen deed, was dat heel traag, lage hartslag. Maar nooit die afstanden aan, aan die snelheden met die hartslagen. En uh, dat ging eigenlijk vanzelf. Dus dat is wel frappant. Dus, uh, bedankt aan de coach. Ja. Uh, want ik kwam aan en ik moet eerlijk zeggen, ik heb niks, ja. ja. niks Dat is het straf, Ik straf. Ik als je dan gezegd dat kom, nog eens, dan denk ik dat dat ook zou kunnen hebben. Okay. Echt serieus? Is, de, is dit nog allemaal in functie van de hel van Kasterlee? Zeker weten. Okay. Dus Louis? 22 december. Ja, staat in maar mijn voert, agenda. Voert de druk niet te hoog op? Nee. Want ik heb, um, ik heb een video voor u. Oei. Ja? Ik heb een video. Je mag hem tegen de microfoon houden, maar in elk geval gaan we hem ook in de edit erbij zetten. Um, als, als jij op play duwt. Raf, ik weet niet of je het horen. Ja, horen. Jawel, jawel. Shit, zeg. Hey Louis, de Geert Laurensen hier. Je kent me misschien niet, maar ik sta uh, op de aanslagenlijst van de Hel van Kasterlee van vorig jaar helemaal van boven. Ik wou even heel veel succes wensen met de voorbereiding, want... Uh, zo 15 kilometer lopen, 125 mountainbiken en dan 30 lopen op zich is al heel zwaar. Maar pak daar nog eens een dag bij: dat misschien heel de dag vriest, sneeuwt of regent, dan, dan wordt het pas echt de hel. Uh, hopelijk zie ik u aan de start verschijnen dan en uh, veel succes ermee. Zaai. Mooi hè? <laughs> Wie is het winnaar, het de winnaar van 2023, ja. een helm van kastelei. Ik heb het even nog eens nagekeken, die mens heeft er net geen acht uur over dat is gedaan. Wachtelijk. Dan gaat dat meedoen. Voilà. Bij deze, uh, Raf Koremans, want dat is jullie link. Allee, er zijn veel linken tussen jullie twee, maar uh, Raph, is ook een fervente mountainbiker. Uh, wij waren dat begonnen met de corona. Dat klinkt als. We zijn erbij gestopt. Nee, ja, ik, ah, nee. ik heb dit jaar uh, zitten sukkelen met een hernia in mijn, ah, ja. in mijn nek. Van, van, ik de, wij deden het ook met de koersfiets. Ja. En, en dan zit je een beetje onnatuurlijk. Ja. Ik hoop... Uh, ik ben terug een uh, beetje aan het trainen, uh, indoor. Ja? Op de rollen? Op de rollen. Uh, dan, dan kan ik nog zo zitten en, en ik hoop dat het gaat lukken. terug. Okay. Om, om, ik, de, ik, ik, ik vond dat wel heel leuk. Ja? Ik heb nou zondag... Uh, maar goed. <laughs> ja, hadden zes keer, ik had zondag ook, ook, ook eens een keer teruggelopen. De eerste keer had ik, had ik zes kilometer gelopen, maar... En hoe voelde dat? Nee, goed, ja, dat, dat gaat wel goed. Ik kan eigenlijk beter lopen dan fietsen, maar, maar goed. Ja. Zijn er een sportieve man uh, uh, in uw carrière ja. voor u, uh, voor lichaam gezorgd? Ja. Dat zie je toch? Ja, ja, maar, ja maar, maar er is toch een verschil tussen van nature uh, slank zijn of, of zeggen, ah oh nee, ik ga. Ik heb dat natuurlijk sporten. ook een beetje van nature, slank zijn, maar, maar uh, nee, ik heb dat wel altijd graag gedaan. Ik denk dat ik vroeger, als ik nou bij ouders gezeten had die niks met paarden hadden, had, had ik in de atletiek gegaan, denk ik. Ah oké, okay. ja, 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 in die mate. Ja. Ja. Denk ik wel. En wat zou dat dan geweest zijn? Lopen. Lopen, ja ja cool. um, ik ga heel even kijken ik vind, dat wel, ik vind dat ook wel interessant wat maakt fietsen en lopen leuk dat, dat op die aarslag en, en, en merken van goh, ik dat wordt ja. elke keer beter en, en... ik heb dat nooit zo ervaren omdat je daar niet in begeleid omdat, omdat ik daar niet in begeleid werd ja. maar nu word ik er in begeleid en nu ervaar aan ja. dat is zo plezant ja. je ziet tenminste zondagmiddag zie je ziet dat maar al dat werk dat ik de laatste twee maanden gedaan heb, alle opofferingen, want dat zijn toch... Ja. Je moet, je moet een uur of een uur en een half of twee uur vroeger opstaan dan anders, uh, of later gaan slapen, Ay, je doet echt opofferingen, je moet heel je leven daar eigenlijk naar plannen en schikken, want zo is het gewoon. Ja. Uh, en dat dat dan wel werkt, dat is wel leuk, hè? En vooral, die twee maanden hebben ook bijna nul... Um, niks dat terugkomt, hè? Je, je, het is nu pas dat je... Dat ah je, ja, dat, dat zo. Je, dat je, ja, ja, dat je, dat je resultaat... Ja, ja. Maar ik voelde dat wel de laatste weken al komen. Ja. Ineens, ineens gaat die conditie toch ja. zo snel naar boven. Maar als je dat niet begeleid doet, dan, 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 dan matten we eigenlijk ja. elke keer af. En dan, dan wordt het niet beter. Nee. Maar dat vind ik dus zo fascinerend. Hè, want we hebben daar nu al vaak over gesproken. Ook in onze podcast, maar ook onderling. Um, over paarden. Als ik... Ik, ik, heb nu, ik heb nu weer even last gehad in, in mijn Achillespees. Um, als ik nu terug moet herbeginnen, ik heb echt lang gewacht, ja, je moet onwaarschijnlijk rustig herbeginnen, um, want ik kan, je kunt direct 5 of 10 kilometer lopen, op karakter of op op, op, op adrenaline, maar je maakt al kapot, terwijl je denkt dat je aan het opbouwen bent. Hoe ja. dat je met, met, met jonge paarden, die bijvoorbeeld net uit de wijk komen, die, die, of, of, of ja, die, die nog niet klaar zijn in hun lichaam, het is zo... Het is pas als je zelf zo wat sport en eerst niet begeleid sport en dan wel begeleid gaat sporten, ja. dat je pas beseft hoe belangrijk dat is om, uh, om er ook goed over na te denken als je met jonge paarden bezig bent. Om gaat. iets op te bouwen. Ja, voilà. Ja. En dat geduld opbrengen, dat kunnen we bijna niet. Ay, dat kunnen we wel, maar dat moeten ervaring en wijsheid en, 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 en jaren. Ja. Uh, er zijn jaren voor nodig om dat zelf te snappen en je eigen daartoe te brengen. Tot dat geduld en ja. die rust in je opbouw. Want als je jong bent en je wilt. Dan denk je dat je alleen maar verbetert door door te doen, maar dat is niet per se waar. Ik sprak er laatst over met een veert, die zei, ja, ik moet bij, bij heel veel goede stallen paarden gaan behandelen. Um, en dan uh, is dat iets infiltreren bij van. En dan zeg ik, ja, zoveel dagen stappen, zoveel dagen uh, draven. Maar de dag nadat ze hebben mogen draven, zijn ze aan het galopperen of aan het springen. En dan bellen ze mij, ja, het voelt nog niet goed. Ja, een, een, een lichaam. Ontwikkelt zich wel echt hè? en het duurt wel even voordat je daar iets tot stand komt. Ik vind, vind het ongelooflijk uh, fascinerend. Wat mij trouwens ook wel opviel, je hebt wel een goede loopstijl. Dat video dat op Strava staat, die okay, de, het, het, het vergelijk was ook wel echt knap, want de mensen rondom u liepen zoals Donald Duck en jij liep echt. Dat is normaal, dat is echt niet normaal. <laughs> ja. Wat je daar soms ziet lopen, ja? je wordt soms voorbijgestoken aan 445 door mensen. Ik denk, waarvan dan ik denk, oh sorry, als jij nu aan de finish komt, jij moet toch ja. helemaal geradbraakt zijn. Ja. Die lopen gewoon ja. dat is wel de natuur. Ja. ja, dat is heel, heel raar. Alle zondag, je hebt er maar nu niet veel voorbij gestoken. <laughs> oh. <laughs> kan ik niet laten liggen. Schie. Raf Koormans, geboren op de mooiste dag van het jaar. Is dat zo? Ja, Geen 8, 8 maart. Nee, uh. mijn dochter. Uh. Ah, <laughs> ah, Kijk eens. Daar staan ik zich uh. voor Doris in. Dat is wel oh, ja. Uh, ja? 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 mooi. Um, daarom mocht ik komen. Ja, voilà. <laughs> ja. <laughs> um, zei, Van waar zij oorspronkelijk afkomstig? Turnhout. Turnhout. Ja. Ja. We wonen nu nog een kilometer van het ouderlijk huis. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. Maar uw, uw vader was wel al een, een echte paardenman. Ja, Dat las ik. Ja, heel fanatiek. Op niveau eventer en... en... Oké, okay, mijn vader, die veel... Uh, uh, toen ik drie was, denk ik, die heeft een zwaar accident gehad in de, in de eventing. Uh, dus ik heb die niet echt. Uh, sport, ay, mm. weten, ik heb die wel weten paardrijden thuis nog, maar niet echt uh, fanatiek niet meer uh, uh, weten paardrijden. Maar, maar dat was ja, vroeger deden ze alles hè. Ja. een beetje. Maar dat moet dus in een tijd toch wel bovengemiddeld geweest zijn. Uh, als ik hem dan thuis zag rijden, als ik, als ik dat me nou, nou terug herinner, wat hij heel goed kon, dat was een paard losmaken. Als ik dan ergens een. een met een deponie of zo, een probleem had en, en dan ging hij erop zitten, en, en dan weet ik nog dat dat, dat, dat nadien was dat heel makkelijk <laughs> zo, Dus, dus ja. daaraan voel je wel dat iemand, iemand gevoel heeft, denk ik. Ja. Ja. Dus Hoe heet uw vader met zijn woorden? Fons. Oh. Okay. Hm. Fons Kovermans. Ja. Maar die heeft, ja, ik heb die, oh, dat, is, dat is echt lang geleden. Ik denk dat die mens 44 jaar geleden een zwaar accident gehad heeft en dan eigenlijk, denk ik, tien jaar niet gereden. Dus, dus, ja, ik heb die eigenlijk niet, niet veel weten rijden, maar dan thuis deed hij dat dan wel, ja. hè, toen hij dan een beetje terug kon. En, en dan uh, zette hij voor ons zo'n een beetje die paarden soms klaar, ja. als het moeilijk was. Tien jaar uit geweest? Ja, die, heeft, uh, die, had, die had zijn heup gebroken, maar nu is dat niks meer, maar vroeger ja. uh, konden ze daar nog niet zoveel mee. En die, uh, ik denk dat die zes jaar ziekenhuis in, ziekenhuis uit... Uh, ja. Van de heup te breken? Van de heup. En brak dat... In de cross. Ja, paard op hem. En, uh. Oeh. Ja. Heel en, apart, hè, want, want hij wilde echt dat al zijn kinderen nog in de eventing gingen. Ja, dus dat was mijn dat volgende stop. vraag. Hoe kan het dan als je zo hebt gesukkeld ja. dat je dan zegt. Ja, ja, want ik heb nog drie zussen en, en oké, okay, die hebben landelijk niveau gereden. Maar, maar hij, eventing vindt hij het allerleukste. Ja. Dat is gek, hè? Ja, dat gaat dan. ja. Natuurlijk, ja. als je de. de, de heeft hij ook iets aan verteld van zo'n ongeval? Jawel, jawel. Hoe is het tot stand gekomen? Was het zijn fout? Was het paard zijn fout? Was het een, een, uh, een stom accident? Ik, ik denk vooral paard niet goed genoeg. Ja. Uh, ja, met wat gingen ze vroeger crossen? Met janne die, die niet goed genoeg sprong en dan... Ja. Denk ik. Ja, of paarden die zelfs weinig met een springpaard te maken hadden. Ja. ja. Maar gewoon moedig waren. En ja, of, en bloed hadden of, of ja, bloed leek het hebben. Of, ja. Ja. Hard kon ik opereren. Op, ja, als ze werken. Was uw vader uh, professioneel actief? In nee, de paren, nee, of, nee, nee, een landbouwer. Uh -huh. ja. okay. Koeienboer of, of akkerbouw? Uh, vroeger had hij alles, koeien en varkens. Uh, maar dan is hij, is hij na de accident alleen nog met koeien verder gegaan. Ja. Ja. En uw moeder helpt de bedrijf? Ja. 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 Hielp. Mai. Ho. Oh. Ja. Oh, dat is niet erg. Kunnen we ja, we oh, kunnen we niet meer opnieuw mee. mee. ja. beginnen zeker. Nee. Dat mag ik nu ook. Hè. Helpte, ja. Ja. Helpte. Oh. En zitten jullie nog altijd in de landbouw vandaag? Met de, met de familie? Uh, nog iets koeien? Jawel. Ja, mijn zoon die is nou, die begint nou, die wil wagyu-koeien gaan uh, ja. Dus we hebben nu zes wagyu-koeien gekocht nee. in Maastricht. Ja, mooi, hè? Amai. Zijn allemaal van die, die zijn niet groot, hè? die zijn klein. Super lieve koeien. Tom Lemmes is de man die jij moet, euh, ja. je bij u moet langskomen. Ken je Tom Lemmes? Nee. Ja, de, 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 de grote meneer. Letterlijk de statige, man, de ja, grote statige man. Ja, statige man. Um, ook zot van koeien en droomt eigenlijk van Wagyu koeien. Kijk, ja? dan moet hij bij ons komen. Ja? Ja. Ja. En die, is het waar dat je die moet masseren? Uh, als die op stal staan. Oeberen, is het echt? Dat wordt gezegd, ik, ik weet ook. Maar, maar masseren jij koeien eraf? Ik, ze elke zijn? dag. Ja. <laughs> elke dag. Nee, nee. Maar, maar bij ons lopen die op de weide en dan, en dan ja. uh, moet dat niet. Maar komt, he, dat zijn Japanse koeien. Ja? Uh -huh. en, en in Japan staan die altijd op stal of zoiets. Uh -huh. ah, en ja. dan moeten je dat vlees met, Om ze los uh, ja. te maken. Uh -huh. ja. Allee. Want hoe oud is uw zoon? Veertien. Geen paardeninteresse dan? Nee, helemaal niet. Maar met je bezig. Ja. ja. Hoe is dat? Dan komt eigenlijk. Pieter Spits, ken je die? Dat is een neefje van, ja? van uh, die Boonzen, maar dat is, dat is ook onze neef. Dus broer van Jorg? Nee. Ja, ja. ja. ja, ja. Ah, ja. Dus uh, en we waren op een feestje, maar hij is al 28. En hij had tegen mijn zoon gezegd: ja, Ik ga morgen een waggekoe kijken. Ik rij je niet mee, we gaan er twee kopen. Ieder, ieder eentje. Dus uh, hij komt thuis op een feestje. Hij zegt: ja, Papa, maak ik morgen met, met, met Pieter naar, naar Maastricht voor een waggekoe. <laughs> ik zeg: Ja, dat is goed, kop er maar eentje. Dus die, die mannen weg, heel de hele dag weg. Stuurt hij een berichtje, we zitten bij de McDonald's, we zijn een businessplan aan het maken. <laughs> Geweldig. Als er veertien gekocht of zo. Nee. <laughs> nee. Ja, dat is kind duur, zo'n waggoed. <laughs> <laughs> ja. Oh, hey. oh, en Mooi. dus uh, zeven bij hem, zeven bij jullie, of wat? Goed, ja, ja. Ja, ja, ja. ja vijf, vijf volwassenen en dan kalfjes. Allee. Allee. Ja. En wat is het businessplan? Wat, is, wat, wat gaat ermee gebeuren? Ah, wel, ja, dat gaat, uh, dus Hij gaat winst maken binnen vier jaar, zegt hij. Okay. ja kan ook redelijk lange termijn. Ja. we vergeten natuurlijk de stallen en ja, ze met de <laughs> ja. ja. de stal moest nog gezet worden en zo dat, dat is hij vergeten hè. maar maar goed dus mooi hè en om nee, eh, dat heeft hem dat in zich al van vroeger koeien niet echt maar wel altijd van begin af aan zijn tractors en zo dat, mm -hmm. dat is de tractors en kranen en, en dat vindt hij geweldig dus wel een beetje in die in, die, ja. in die scharen zo en koeien ja dat is dan begonnen. Maar, maar zo het idee van hè, um... Met iemand meegaan en dan koeien kopen en dan ja, ik ga die dan verkopen. Alleen dat, al, dat is toch? Prachtig. Ja, ja dat, is vind mooi, ik, oh, dat vind ja, ik wel ik mooi. Ja. Dat is nou schrikken, natuurlijk, dat er een ES6 waren. Maar... En waar lopen die dan? Ja, bij ons ook, hè. minder paarden. <laughs> <laughs> kom je erbij. Ja, oh, een beetje ja. aanpassen. Ja, die sloot haar ponies allemaal in één Ja. ja. Hij wilde, oude, wilde niet bredere banden op zijn tractor. We hebben zijn oude International gekocht. Ja. Maar super mooi eigenlijk wel. Ik zeg ja, dat mag. Ik zeg, jij krijgt bredere banden als we, als we een pony van lot verkocht hebben. Dus dat staat nog in discussie. Gaan, die banden. De ene ja. wil nou ponies verkopen en de ander niet natuurlijk. Ja, oh, ja. geweldig. Ja, dat is gewoon. Ah, dat is ja. goed. Hè. Super. Je komt wel uh, inderdaad uit een, uh, uit een sportfamilie. Uw vader dan, uh, eventing, Uw moeder, heel veel betrokken in LRV. Ja. Um, ja. Uw zussen. Want uh, je bent de jongste van de vier? Ja. ja. Veruit. Ja? <laughs> ja, nee. Ah, nee? <laughs> ja, ja. Hey, maar, uh, ja, mijn, jong, mijn, mijn jongste zus is toch vier jaar ouder. Dus ah, ja, oké, okay, ja, ja. Toch wel een beetje, nee. ja. Maar dat, ja. dat horen ze niet graag. Zijn jullie dan, dan verwend <laughs> geweest? Nee. Nee? Jawel, jawel. Ja. Ik, ja, want dat mag ik niet overklagen. Ik um, heb me laten vertellen dat je um, al wel vroeg kon zien dat je wel kon paardrijden. Hè? Goh, ik denk, vroeger was dat anders natuurlijk hè. en wij waren echt wel landelijk toen. Hè. Dus, dus ik, ik wist überhaupt nog niet dat het internationaal sport was toen. Als ik pony reed, nou is het allemaal hard veranderd hè. Maar, maar wat ik denk dat ik vroeger goed kon, mijn, pader, mijn vader deed ook zowel wat ponyhandel en, en dan zo een jong ponyken en, en dan handig en dan snel een parcours uh, nul springen en dan mm -hmm. ik kon hem dat weer verkopen Lotje, lotje, dat, ja, dat was een van de eerste. Heb ja, je ja. Ja. Ja, zo wat doorgekregen. Dat is, echt, dat is wel grappig. Uh, hoeveel je er hebt gereden? Uh, nou, dat, dat is abnormaal. Ja, dat is abnormaal. normaal. lotje, ja. Rusty, pendok, evergreen. Het is dat heel veel terugkomt, of ik denk dat veel mensen die dingen gaan trekken, die lijnen of die parallel gaan trekken, veel mensen die in die zetel al gezeten hebben, uh, komen uit de landbouwersfamilie, hebben op jonge leeftijd toch betrekkelijk veel gereden, verschillende ponies, moeilijke ponies. Ja. Dat hebben we nu nog niet gezegd, maar dat zal waarschijnlijk wel, want anders allez, was er ook geen kunst aan als het allemaal nee, nee, uh, nee. automatieken ja, waren. Ja, Misschien is dat ook wel omdat om om als je uit een landbouwfamilie komt, dan weet je ook dat dat met dieren op en, op en neer gaat. Hè. Een ja. goede dag, een minder goede dag, een tegenslag. Mm -hmm. Dat is ook een, een ja. mooie nuance in het verhaal. Ja. Dat dat zo is. De, de, ik vind dat wel een interessante. We hebben dat, want je maakt echt de juiste parallellen, dat is al vaak hier besproken. Um, kan dat dan, of, of, of hoe moeten we dat dan doen? als je dan, want ik, ik kan me inbeelden, als mensen dat nu horen, dat ze zeggen van, oei... Maar dan ja. maak ik geen kans, want ik kom ja. niet uit de landbouw. Maar dat, dat, dat kan natuurlijk toch de, ook de, niet zijn, hè? Nee, nee, dat heeft... Nee, nee. Nee. Allee, niet dat we dan nu willen goed praten, maar... Nee, nee, dat zal Helemaal ook niet, hè? Want, like, uh, bijvoorbeeld, mijn dochter of, of... oh, Er ja, 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 zijn er veel, die, die komen dan eigenlijk niet uit de landbouwfamilie, Nee. Dat hoeft niet, he? Maar wat dat je is... net zei, de mentaliteit, of het... Uh, de, 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 de idee dat je moet aanvaarden dat dieren wisselvallig zijn... Ja, dat moet je natuurlijk wel van ergens ingegeven krijgen. Ja. Hè? Dat, kun je, ja. dat kun je misschien niet snappen als je daar niet dagelijks mee in contact komt. Hè? Ja. En het maar nee, van ja, op een afstand wel. ziet. Ja. Dat ja. is misschien of, dan... Of je moet u inderdaad op de manege, als je daar leert paardrijden, je de rechten mee willen onderbouwen. Oh, well, ja. En ja. je ja. rijdt maar één uur, maar je loopt er wel nog vier uur rond. Ja. En je zit niet in de bar, ja. maar... Uh, ja. Zo. Dus dat op je dat hier op de, de bar, dan en je ja. Ja. ja, en dan leer je wel, uh, ja. wel veel kennen. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Dus zou het kunnen kloppen um, dat jij op heel jonge leeftijd al binnen Lux kampioen bent geworden? Jonge leeftijd valt wel mee, denk ik. Ah. Dat was al bij de paarden. Nee? Ah, oké. Okay. Nee, dan moeten we dat eruit halen. Allee, of we het er straks nog over hebben maar... ja? Nee, Ik had ook nog iets. Um, nee, nu... ik heb, ik heb... dat was eigenlijk al mooi. Uh, dus wij reden echt alleen maar landelijk. Hè? Dus, dus vroeger was dat 68 mooien nou, of zo. Hè? En dan uh, een paar indoors. En dan waren er ook een paar, paar eventingcrossjes, Niet veel. Maar dat was een heel laag niveau. En dan was de in was zo'n Belgisch kampioenschap. Maar ik had zo'n C-ponyken. Mijn pa, mijn pa uh, had zo'n C gekocht. Dat was een hele mooie pony. Hè. En hij, hij zegt tegen mij: hij zegt, Jongen, nou heb ik uh, goed geïnvesteerd. Nou had ik het best moeten doen. Zo. Dus, maar dat was echt een goed ponyken. Dat, dat, dat won het springen, heel veel dressuur ook. Dus mijn zus zei, ja, misschien moet je eens meedoen in in uit dat is de Belgisch kampioenschap. Dus uh, wij trainen, zoals jij eigenlijk nou zegt met jouw fiets. deed mijn zus dat dan voor mij, schemaatjes maken. Toen was dat nog heel simpel allemaal natuurlijk. Maar goed, zij, zij trok zich dat aan, want ja, ik snap er helemaal niks van. Ik had nog nooit sneller gereden dan als, als de middengelop, denk ik. En, en, uh, dus wij trainen, trainen een paar maanden. En dan gingen we dan meedoen in Minderhout op het LK's kampioenschap. Dat was eigenlijk met de ponies. Verder hebben we met de ponies eigenlijk niet buiten de landelijke gereden. Zou dus het kunnen dat je dat kampioenschap gewonnen hebt? Ja, met een C-pony. Ja, bij, bij de d ponies Ja, ik vergeet dat nooit meer. Dat, dat was echt... Dat dat, Oké, okay, C of D, dat is hetzelfde natuurlijk. Dat, en dan springen was wel ons ding toen. Daar waren we goed in. Dat ponyje sprong altijd nul. Maar die crawls... Ik weet niet meer veel van mijn ponycarrière, maar ik, ik liep die cross. Ik dacht, dat kan toch niet. Dat Kun je was nooit over het M van, van de paarden. Ja. En ik kwam dan zo van, van hindernisjes van 60, 60 zo, denk ik bij de landelijke. Ik dacht, dat kan nou toch niet met dat c pony en, en al die van, van de federatie die een beetje lachen zo van, wat kom je niet met dat ponyken doen? Maar ja, die deed alles. Ja, die, die had veel vertrouwen natuurlijk. Hè. die had nog nooit zijn eigen pijn gedaan. Ja. Dus, dat uh, ja, had top. Dat ging goed. Ja. Man. Prachtig. Hè? Ja? Ja. We hebben de vraag als je nu ooit al eens een cross verkend gij? Nee, hè? nee, nee ooit, maar dat he? zit eraan te komen. Ja. Ik weet niet of je dat nu al wil brengen, maar dat ja? kan uh, later. Um, maar um, dat is wel indruk... een cross verkennen, is indrukwekkend. Hè? Aye, ja. Ik kan me zeker voorstellen, als je van heel weinig komt, en dan ja, ineens tijd zoiets ja. voor u ja. dat je denkt: shit zeg, hoe moet ik dat gaan doen? Dan zal ik dat je alle weken 90 centimeter gaat springen, en, en ineens je... moeten ze je in 15 of in 20 gaan rijden, dan. Dan denk ik ook, waarom moet ja. ik het nu over? Ja, dat herinner ik me. Dan en de cross ik is nog zo van, oh, Dat kan toch niet? Diep naar beneden. En, en, oh. ja, nou, vind ik dat natuurlijk niks meer, maar dat maakte toen wel indruk. Zo. En mijn pa zei: je moet gewoon rijden, zo hard als je kunt. Dat is wel een goede les, goede ja. inspiratie, ja, goede speech. Dat gaat allemaal. Ja. Um, 26 oktober is het cross in uh, de Peelbergen. Um, en uh, aangezien dat jij ook een cavalor gesponsorde ruiter bent, uh, net als Equiline, zie ik trouwens, um, um, hebben we met Cavalor afgesproken om um, daar de cross te gaan lopen op zaterdagochtend. Hoe en wat gaan we nog wel even uit de doeken doen, maar er komt een, uh, een landingspagina op de Cavalor-website. Dat zal waarschijnlijk Cavalor slash en dan twee mannen en een parekop of twee M1P zijn. Uh, Kijk allemaal nog mee via de sociale media, um, kan je je inschrijven en dan gaan we daar de cross lopen met uh, zo'n walkie-talkie dingen om uh, informatie mee te krijgen. Uh, Ken Ruisen en de Peelbergen zorgen daar ook nog voor een uh, drankpunt. Eh, Raf, jij gaat mee, dacht ik, hè? Of, uh... als ik, Als ik niet weg moet met mijn dochter, wel. Ja. Kunnen we je dochter in laten meedoen in de cross? Nee, nee. <laughs> dat gaan ze niet doen. Denk ik. Ja, okay. ja. Dan ga ze geen interesse in hebben. Ja. Dus uh, ja. we gaan dat da proberen om daar uh, met een halve de cross te lopen. En ik kijk daar echt naar uit. Ja, ja dat is het? wel de moeite hè, om dat een keer te gezien te hebben. Zo. Ja. ja, vooral ook, ik ken de Peelbergen uh, van binnen en van buiten, bij wijze van spreken. We zijn er al vaak geweest. Oh, aan, aan die kant van de baan? Ja, maar nog niet aan de andere kant ja. van de baan. Ik heb überhaupt nog geen cross gelopen. ik wil er, Ik, ik uh, ga het super leuk vinden. Ja, ik ben echt benieuwd. Dus een oproep aan iedereen: um, we een gaan, leuke uh, natuurwandeling ja? in de eerste ja? plaats. Het is kei interessant. Uh, en het is wel uh, indrukwekkend om er standaard dus bij te zien. Ja, dus we gaan dat uh, vormgeven. 26 oktober in de Peelbergen. Uh, vanuit Antwerpen is de Peelbergen een uur twintig. Um, vanuit Limburg is de Peelbergen een, een, een goeie uur. Ja, voilà. En vanuit ja, ah, vanuit het Limburg. Ja. Je bent er snel. Hè. Ja. Ja, als je daar bent in Venlo. dan. Ja, en natuurlijk uh, alle, alle Nederlanders. Zowel springruiters, dressierruiters als eventingruiters. Alle klassen. Maakt niet uit. Kom langs. Cavalor en twee mannen en een paardenkop. We gaan Zo. parcours verkennen. Ja, mooi. Um, over ponies gesproken. Nu zijn we nog altijd competitief, maar vroeger was het uh, na verluid wel extreem. Je komt niet tegen je verlies. Nee, ja, ja tegen een verlies leren je kunt er niet, want je verliest meer dan je wint. Hè. Dat, dat, is, dat is nogal makkelijk. Hè, maar... En maar blijkbaar wonnen vroeger zoveel. Vroeger won ik veel hè, bij de ponies, ja. ja. En dat als dat niet mijn, goed was... Mijn pa, mijn pa die zorgde altijd wel dat ik... Dat ik altijd wel één of twee goede, echte goede ponies had. Voor de landelijke dan, hè. dat is anders dan nou uh, het niveau allemaal. Maar, uh, en dan, daarnaast moest ik dan zelf maar creëren. Hè. Dan, dan kocht die ponies voor de handel en dan moest ik er zelf een beetje goede van maken. Maar als ik een paar goeie heb, dan ga je met die andere automaten ook handig zijn en snel zijn. Hè. Ja. Dus uh, nee, ja, ik, had, ik had wel wat goede ponies. Ja. En jij gestudeerd ook intussen? alleen serieus, en geen diploma? Te je... Nee, ik, ik ben hoefsmid van opleiding. Juist. En dan had je misschien nog te komen? Maar... Ja, nu, nee, ik kan, ik kan. Ik ik wel. Uh... Nee, school, dat, uh, dat nee. zegt maar niks. Nee, ja, maar dat is waar, en, je zei hoefsmid, dat wist ik eigenlijk. Ja. Gezijd of gewaard hoor. Nee. Ja, nee, ja. Was. 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 Nee, ik doe het eigenlijk al veel jaar niet, maar als er nou thuis zo iets voorvalt, of ze dan oh. een, oh. een timmer ja. of, of eens een kappen of zo, dat doe ik nog wel, dat is wel leuk. Maar ja, ik heb wel een paar keer Nernia gehad, dan word dat ja, ja. een beetje voorzichtiger in. Ik wou zeggen, dat is wel leuk. Pff, dat vind ik... ik heb zoveel respect voor hoefsmeden. Ja, maar dat is wel een leuke, leuke stil. Alleen ja. het is een harde stil, maar wel leuk. Hè. Het komt altijd bij mensen dat je graag ziet. Want paardenmensen, ja, die... ja. dat is wel Er komen ook altijd goede paarden, hoefsmeden. Dus het die ook ook en hoefsmeden komen altijd goede paarden. Ja. Ja. Die komen overal, die horen ja, die alles, die zien alles. Ja, dat is waar. Die herkennen ja. goede voeten, die herkennen gezondheid. Die... Ja. Neem dan nog mee? Is dat iets waar je nog fel op let? 100 Dat, ja. dat, dat is een verslaving. Hè. Dat is ja? het eerste wat je ziet. Dat is, dat is een hoef. Hm. Ja. Maar dat is mooi. Hè. Dat, 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 ik deed dat wel graag eigenlijk. Maar ja, het ging niet. Hè. Even op de record. Zie je de voeten evolueren? Over de... Je zei waarschijnlijk aan 18 of aan 20. Uh, ik zie In ik... de school uh, gegaan, Hoefsmit. Je zei vandaag 40. Goed gedaan. <laughs> 47. Zoiets? Hè? Ja. Um, dat is 30 jaar. Heb je de voeten zien evolueren of zien veranderen? Goh, ik, ik zie veel verschil van smeden. En, en smeden maken de noe ook een beetje. Oké. Okay. Ik, ik vind toch wel dat er ook nog veel paarden, hè, want veel zeggen dat de, de voeten worden klein. Mm -hmm. Er zijn toch ook nog veel paarden met een goede voet, vind ik. Oké. Okay. Maar, maar, ja. hoe, hoe belangrijk is dat volgens u, een goede voet? Super belangrijk. Ik had het er straks nog met een kameraad over. Uh, Wij hebben een paard, dat, dat had, vroeger zat ik daar altijd een beetje met de sukkelen van, van gezondheid. Zo, dat je denkt, hij is niet helemaal recht en, en dan was hij toch wel recht, maar je voelde. En, en nou, onze Smit heeft de voorbije jaren zo'n een, een topwerk geleverd dat hij die, dat die nu loopt die, beter dan dat hij zes was. Met ijzers of zonder ijzers? Met ijzers wel. Okay. Ja. Uw mening over het hoeveizerdebat, het al dan niet gebruiken van hoeveizers? Als dat kan, dan kan het. En, en, maar niet bij elke voet, denk ik. Daar ben ik zeker van. Hmm. Heb er in de sport uit zonder ijzers? Tot zes jaar bijna allemaal bij mij. Ah, ja. Ja. Omdat die veel op de wei gaan en ik vind dat dan, dan trappen die een ijzer af en dat is allemaal werk. En... Ja. Nee, en, 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 ik denk ook als ze goede voeten hebben, kan dat uh, geen kwaad, dan is dat goed. Maar ik vind, het, ik vind het ver gaan als je dan bij, bij het minste dat je dan buiten komt, dat je dan uh, zo schoentjes moet aandoen en, en al, dat, dat, dat gaat ver. Uh, dan kun je even goed een zetten, denk ik. En, en met een goede smid is een hoevehuizer ook goed. Hè? Oh, ja. Ja. Maar natuurlijk, als er krom onder staan. Ik vind, ik vind het wel een interessante discussie, over wat jij, jij vraagt. Jij zegt, worden de hoeven smaller. Um, en ik hoor u zeggen, ja, dat Ik toch zeg nog... dat niet. Nee, 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 Vra maar je vraag vraag een... en, en jij zegt, ja, er, er kan toch nog wel wat verbeterd worden in, in het beslag. Dat vraag ik me af. Kunnen we een voet groter maken door beslag? Ja, of, of, of kleiner. Hè? He, dus dat, dat er... Dat, er, uh, dat je zegt, ah, ja, kijk, ze zijn allemaal kleine voetjes, maar misschien is dat systematisch op een stal die je smidt die ze heel graag heel nauw zet. Voor welke reden dat dan ook is, is dat beperkt. 100%. Ja, 100%. We hadden overlaatst een nieuw paard bij ons en, en dat ging niet eens twee, twee maten groter van hoevezuizer. Hm. En dat zag er niet te groot uit. Dus dat paard komt binnen, je smid bekijkt die en je zegt hier gaan we twee maten groter hoevezuizer instant onderleggen. Allee, ja. quasi, ja. Oké. Okay. Dus je kunt de voet door beslag eigenlijk wel laten, laten groeien, laten, laten open Bregen worden. Laten openkomen. Ja. Uh -huh. Door er een ijzer onder ja, ruimen, te zetten. iets ruimer en, 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 en met, met iets meer ja, af, ay, afgeslepen dan. Mm -hmm. dat, dat, dat werkt wel. Hè. Alleen dan, dan trappen ze een keer meer een hoewijzerknap en dat vinden veel mensen vervelend. En dan, en dan zeggen ze: kan je niet een beetje ja. kleiner eronder zetten. Dat ligt soms ook aan mensen zelf, hè, niet alleen aan de hoefsmitten. Ja. Mm -hmm. ja, goeie... Nuance. En mensen, mensen vinden het vervelend dat er elke keer een af afgaat. Maar ja, soms moeten er een keer door doorheen. Hè. Hmm. Maar ik heb, heb nu ook een, een, een zevenjarige, die is echt fantastisch, goede voeten. Ja, die loopt ook gewoon zonder ijzer. Ja. Mm -hmm. Dus tot hun zes, is gewoon om het te begrijpen, hè. tot hun zes gaan ze zonder ijzers meestal. Waarom dan nadien wel een ijzer? Ja omdat, om om dat, goed, daar dat is veel, nu de laatste jaren is er veel uh, verschillende meningen over. Hè? Maar ik denk, ik denk wel, als ze nou echt uh, hard moeten werken, dat, dat, dat het toch comfortabel is. Je kan toch een beetje meer bij uh, schroeven als het nodig ja. is, met een hoefuizer. Daarover gesproken. Maar er zijn veel verschillende meningen over. Ja, ja, ja. Ja, maar absoluut. Maar, dat is ook... Uh, maar ik denk dat inderdaad, eh, vandaag de dag zitten heel veel mensen hun hoofd op te breken. Ik liet mij vertellen, maar ik kan ook echt mis zijn. Uh, nee, ik ben niet mis, want ik heb het wel laten vertellen. Maar um, Hendrik van Eckerman was in de laatste maanden voor de Spelen, King Edward ging altijd zonder hoeveilers. En hij was zo maniacaal met die voeten bezig, dat hem bij wijze van spreken, en dat is niet de oorzaak van wat er is gebeurd, maar hij was maniacaal ermee bezig. Um, uh, wel ijzer, geen ijzer, geplakt, niet geplakt. Um, en niet meer tot de essentie aan het komen. Zijden vertelde mensen mij die relatief dicht bij hem stonden. wat dat zo is, weet ik niet. Maar ik weet wel dat er heel veel ruiters uh, op dat niveau echt aan het puzzelen zijn mm -hmm. voor mm -hmm. ijzers, alleen achter ijzers. Het is, uh, ja. het is een interessante kwestie. Dat vind ik ook. Even een, een zijspoor zij over King Edward. Nu. Je hebt dat toch dikwijls... Het beste paard ooit misschien. De best combinatie ooit, waarschijnlijk. Wat we al gezien hebben. Ja. Um, en je hebt dat toch ook over de jaren zien evolueren. Of je hebt toch gezien dat je man constant aan het zoeken was naar. Ongelooflijk. Hoe, hè, wat kan ik nog veranderen? Terwijl je denkt, het was, het was ooit zo goed. Waarom doet je nu toch ja. een ander bit, of een ander kopstuk? Of waarom ja. doe je nu die ijzer zelf? Of... Je, je hebt gezien dat je constant aan het zoeken is naar uh, het, het beste voor dat paard. Maar dat neemt misschien net het ja, ja. beste eruit. 1% proberen te verbeteren ja. en voordat je het weet 3% achteruit ja. gaan. Ja, ja, dat, is, dat is natuurlijk het risico van elke verandering. Ja, ja. Ja, want je hebt dat heel dikwijls met hem gezien. Het is een beetje een Formule 1-auto, maar inderdaad. Pel ja. hem, zo. Ja. Ja. He, Pellem, hoor. Um, Alles. Dan dat ding misieven, achter zijn no oren. Ja. Ja, ja. Uh, ja, heel bizar. Heel maar goed, bizar. dus daarom misschien ook dat je het zo lang kan, kan volhouden op dat niveau. Ja. Misschien ook. Misschien ook? Zo kunnen we het ook bekijken. Ja, ja, ja. dat werkt langs, langs veerkanten. Nee, dat hij die, dat die niet blijft, blijft hangen op je ja. systeem. En dat, ja. maar, maar dat ze, dat ze dan twijfelen over die hoefijzers, dat wil dan ook zeggen dat ze ook niet 100% twijfelen. Nee, voilà. op ja, dat, zijn is een goeie... dat zonder hoefijzers beter is. Goeie opmerking. Denk ik dan. Ja. Wat voor een... voeten zou King Edward hebben? Zou die, zou die, kleine, zou die kleine voeten hebben? Ik denk of zou die... Nee. Mijn, mijn, mijn gevoel zegt van niet gevoel hè. Mm -hmm. en als hij als in, in Rabat of in Riyadh is, ga ik een foto aantrekken aan Poersingh op sociale media. Ja. ja, dat is goed Dat is staat helemaal zo. Ja, dat is kan wel. Zo zo. Dat zou zo maar ja. Oh, Ik zag hem in een in bos uh, op vrijdagavond zo gewoon een beetje ronddraven en zo. Dan denk je echt, zo een klein pony, is ja. Ja, dat hij draaft zomaar zo, zo simpel. Niet geloven. En dan komt hij de parage in. Een, een, een Ongelooflijk. Abnormaal. Van een, hey, een motor. Wat een motor. Van een duurkracht. Ja, ja. Fenomenaal. ja. Want als je hem ziet draven, is het... Nee, het is dan wilde hij niet. Nee, dat wilde hij Ja, nu bizen. wel, hè, man. Ja, eh. <laughs> <laughs> um. ja. Dus we kwamen van de ijzer, hè, ja, nee. van de voeten. Want, en, 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 ja, zeg maar. Wat ik er nog over zou, zou willen vragen of, of um, onderling bespreken. Je hebt tegenwoordig toch wel bepaalde bloedlijnen, hè, als je mocht dat toch wel benoemen, waarvan dat je meer dan andere bloedlijnen kunt zeggen dat er kleinere voeten uh, tevoorschijn komen. Nee? Is dat, ja. geen, is, dat, is, dat, is dat geen gevaar? In is principe, is dat, is dat ja, te klein is, anders, is hè? niet goed. Hè? Ja, dat, dat is niet goed, hè? Nee. te klein is niet goed. Alles is erfelijk, dus ook voeten. Ja. Dat gaat toch eens een keer in, in, een, in een stroom komen. Dat, en, dat bloed gaat toch, gaat toch wijder en wijder worden verspreid. Uh, waardoor dat je dat op een moment eens gaat blijven tegenkomen. Alleen. Ik vind dat een heel interessante discussie. Ja. En ik kan ze niet voeren, omdat ik niet weet over bijvoorbeeld, ik weet niet of je dat wilt vertellen, over welke... Leiden ja, mocht dat wel zijn, maar kom in vol bloed. Ja? Ja. Dat is, het, is zo, het is zo goed, hè. het geeft zoveel sportpaarden, gruwelijke kop erop, maar je komt dat toch wel geregeld tegen. Je moet dat toch kunnen en durven en willen benoemen. Ja. Nee? Ja, elke angst heeft zijn, heeft zijn nadeel. Hè? Of elke ja. fokangst heeft, uh, heeft zijn zeer groot voordeel en zijn zeer groot nadeel. En, uh... Ja, en is dat dan net dat fokkerij... Hey, comifo, voetje, ja, dan moeten we... Moeten nou... Het fundament van die merrie kijken. Ja, voilà. of, of in, nee. in de volgende generatie gaat dat dan weer... Allee, ja. Ik weet het niet, meer, maar het ja, is een goede vraag. Zouden we dat dan dat moeten negeren? Dat vind ik dan weer niet. Ik, vind... ja, ik, ik moet daar wel aandacht aan geven. Nee, nee sorry. Je, sorry, ik zeg het verkeerd. Zouden we dan die hengst niet mogen gebruiken? Niet op een merrie waarvan ja. dat al twijfelt op onderstel? Ja. Op... Toch? Maar als ze dan nog gelijke voetjes hebben, is, ja. is dan, gaat het, dan is het nog savaiën, zo... Maar je spreekt over een merrie met mijn voetjes, met ja, ja, een nee, kleinere dan moet je, voet. Dan moet, zeker, dan, ja, dan moet je daar niet voor kiezen. Ja. Nog eens het, het ongelofelijke belang, maar het is abnormaal moeilijk om na te doen: van een hengst live te hebben gezien. En niet alleen live te zien springen, maar nog een keer naar zijn voeten te kijken. Pas op, ik ben er ook schuldig aan. Dat je mijn hengst dekt die je niet. Van heel dichtbij hebt gezien, maar dat, is wel, want dat staat niet op de website natuurlijk. Hè, nee. ook, mijn angst? heeft kleine voeten, ja. hij is nu niet <laughs> opgeleid. Ja, nee. maar, maar dat is wel, ik vind eigenlijk wel ja, een, een hele goede opmerking. Je gaat er natuurlijk vanuit, uh, als een angst goedgekeurd wordt hè, bij uh, eender welk standboek, dat uh, uh, de heren juryleden of dames juryleden ervoor zorgen dat je gerust kunt zijn dat die angst een, een fundament heeft van meer dan 7 op 10, waarop dat je wel kunt voortbouwen. Maar dat is niet. Hè. Nee, ik weet het, maar in principe, <laughs> in principe ga ik er wel ja. van uit. Hè. Ja, ik heb er ooit een gekocht, die, die was uh, gekeurd voor de Hengstenkeuring. Ik ga niet zeggen voor welk stamboek. En, en dus ik dacht, die foto's zijn goed. Uh, maar er was eigenlijk niet zoveel goeds aan. Nee, ja, dat is toch een verschil tussen gen, wat dat goed is voor de en qua ja, genetica. Of wat dat goed is voor sport en handel. Ja, ja want ja, ja, dat was toch raar. Dat dat, ja. Dus... ja, dat is raar. Dat is een... Ja. Maar ja, als we daarover beginnen. Zo morgen, ja, ja, dat is een thema. We ja. ja. morgen nog bezig. Um, handel, daar net over. Um, is het waar dat je ooit hebt geprobeerd om een van je betere ponies een um, vervelende eigenschap aan te leren? Ja dus. Daar dat alleen... <laughs> ja, dat, ja, dat heb ik al, al veel gehoord. Ja? ja? Mijn pa, ik had, ik had echt zo'n. Ik denk dat dat een a ponnetje was of een klein B-ponikje, ik weet het niet. Maar ik, dat was echt zo'n leuk ponnetje. En dan kwam de papa van Yves, Yves van Rasselt. Die, die zou dat gekocht hebben of die ging dat kopen, weet ik het. En uh, dus ik zei: Dat zal niet gebeuren. En ik was die aan, aan het leren stijgen. Hoe oud waren ze? Ja, ik weet niet, klein. Zes jaar, ja. vijf jaar, ik weet niet. <laughs> Dus ik was die aan het leren stijgen En toen nou had dat iemand. Nou zou dat niet meer, niet meer uh, raar zijn, maar toen had er iemand een foto van getrokken. Dat die stijgerde, Op een, op een wedstrijd was hij. Dus ik, ik reed zo mee om er tussendoor te rijden. Nog niet in wedstrijd, maar ik mocht dan. En die liet die foto aan, aan mijn pa zien. <laughs> dus mijn pa ziet die foto en zegt: Wa, Wat waren die hier? Wat waren toen? Ja, toen moest ik vertellen wat dat de bedoeling dat was. Want <laughs> dat was een superbraaf pony. Ik ging nooit stijgeren. Hè. Maar jij dacht, ik leer hem stijgen dus dat, dat moeten ze me niet hebben. Ja. <laughs> en? Ja, mooi. Nee, ja, hij was verkocht, hè. <laughs> ik was te laat al. <laughs> oh. Dus, gek. ja. ja. Dat, oh, dat is een paar dikkels gezegd. Het is gewoon mooi, hè. Ja. Dus, zo is er ook nog het, het blijkbaar het Coca-Cola-verhaal. Is er ook nog een pony die cola dronk, of zoiets? Dat weet ik niet meer. Ah, nee. Mijn, mijn verhaal boven dat je dat je pony uh, cola leerde drinken. Ja. Dat kan wel, maar dat weet ik niet meer. Ja. Maar je zei wel, vanaf dat je ponies uh, competitief reed, was het meteen en dressuur, en springen en crossen? Vooral dressuur en springen. Hè. Crossen was toen nog niet zo. zo... Hey, op op ponyniveau ja. van de landelijke was dat nog niet zoveel. Zo, misschien dus links of rechts in de buurt, maar, maar uh, vooral dressuur en springen. Dat is eigenlijk over, als ik, als ik nou mijn, mijn carrière zie, is dat altijd mijn probleem geweest. Dat ik het alle drie te graag deed. Ik heb nooit echt gekozen, zo. en dan ben je in, in alles zo'n een beetje een, een halve. Uh, ja, daar gaat de statistiek straks ons iets anders over leren, maar, maar o, w, w, wat had je graag anders gedaan? Of had het, had het anders Specifieker gedaan? Specifieker voor één discipline gekozen, denk ik. Maar nee, ik, ik had niet graag anders gedaan, he. ik, ik heb leuk gehad. Uh, uh, maar als ik dan, als ik dan terugkijk en, en wat nou bepaalde jeugd doet of, of mijn dochter doet, ik leer heel veel van mijn dochter natuurlijk nou. die, die kiest dan echt voor één discipline, dan, dan denk ik dat dat makkelijker is om, om dan je daarop te focussen. Dan de drie disciplines fanatiek willen doen. Hè? Niet, niet een beetje dressuur rijden en, en dan uh, vooral jumping doen, maar de drie fanatiek te doen. Maar je hebt wel alle drie zeer fanatiek gedaan, niet? ja dus als we nu uh, wat is het 47 jaar of, of 45 jaar of 40 jaar mogen teruggaan in de tijd en Raf Korman's is zeven jaar weten wat dat je nu weet zou dat dan anders doen als dat dan deze tijd is wel hè. Om, ik denk nou, nou gaat het ook ja. niet meer met één pony kan je ook geen twee disciplines meer goed doen goed aan de top doen toen was ik ook niet aan de top, maar toen was de landelijke de top. Beetje. Wij, wij deden niks van internationaal, maar ja, ik zou het anders doen. En voor wat zou je dan gekozen hebben? Oh, jumping is wel het, hetgeen dat ik het allerliefste doe. Uh, zie ik ook het liefste. Maar ik heb geen spijt van hoe dat ik het nee, zo nee, gedaan ja. heb. Maar ik denk, ik denk dat dat dat, dat, uh, um, dat je niet de drie dingen goed Goed, ah ja, ...heel Goed kan doen. Dat ben ik wel van al uit, dat denk ik echt. Behalve als ik Michael Jong noemde. Dat... Ik ging er net door beginnen, ja. Ja. hè? Ah, ja. Ja, ja, maar dat is natuurlijk. Dat is ja. een extreem geval. Hè. Ja. Hoewel dat mensen u wel bekijken als iemand die. Um, als je zelf niet wilt uh, neerzetten als. Um, ik kon het alle drie heel goed. Dat is één ding. Maar er zijn wel heel veel mensen die naar u kijken en die zeggen. Tjie, je gast, je kan eigenlijk alle drie de dingen heel goed tekenen. Ah ja, maar dat, is het, dat is het probleem, weet je dat, ja. je. dat je de drie dingen best goed kunt, maar, maar dan, uh, dan stikt er niet in één ding bovenuit, ja. denk ik. En, en ik denk als je dan meer je meer specialiseert <coughs> op dat één discipline, dat, dat, dat je daar dan, ja. denk ik helemaal. Ja, kan wel, kan wel. Ja, het is, ja, zit ook je op toelicht en hoe dat je, uh, ja. dat is ook zo. Ja. Als je, het is, niet alleen, het is niet alleen trainen en, en die wedstrijden rijden, maar je moet ook zorgen dat je er paarden paar wordt hebt. En je moet ja. financieel rondkrijgen. En, en dan ben je van alles aan het doen. Ja. Maar nu zijn we misschien een paar stappen te ver. Sorry van de blik. Maar heb je ge, ge het gevoel, stel nu dat je ge, um, ge het gevoel dat je ge het ook zou kunnen gemaakt hebben als springruiter? Hmm. Nee. Zou, ge... ja, gemaakt... Zou ge, ik op olympische, vijf fina sterren. Zou nee, olympische nee, finale nee. kunnen rijden als nee. springruiter? Nee. En waarom denk je van niet? Omdat ik, uh, als ik dat nou zie... Uh, ik zeg het, ik leer heel veel van, van zo meegaan met, met die jeugd op die jeugdwedstrijden. En als ik veel jeugd nou zie rijden, die rijden net een stuk gemakkelijker door de wending of zo. Dat, dat, dat ik er iets te veel aan zit te puzzelen. hij oh, snapt het, Nee ja, ik denk het niet. Nee, ja. Oké. Okay. Nee. En dan maakt het ook makkelijk om, om, ja, ja. om dat toch beneden... te blijven doen wat je aan het doen bent. Ja. ja. En dan ja. toch in de drie onderdelen zo goed mogelijk te zijn. Ja, nu is, nu is het alleen maar... Uh, jumping, uh. <coughs> maar zo vooral nu, eh, nou, is, nou is vooral jonge paarden opleiden en, en, en dan zo tot, tot zeven, acht jaar of zo, of soms is het nog wel langer. Want dat is superleuk, ik doe dat echt. Ik, doe, ik, doe, ik rij heel graag thuispaard eigenlijk liever dan zo op internationaal gaan. Dat is keihard mooi. Ja, dat is echt superchic. Ja. Maar <coughs> je, je waart eigenlijk wel, bijvoorbeeld met die Nini, Nini van HD, ja. heb je eigenlijk heel goed in je 145 proeven gereden. Want dat denk ik voorlopig het, het hoogste is dat je ergens heb, een resultaat ja. kunnen terugvinden in een ja. klassieke springproef. Ja. Maar dat is eigenlijk ook pas voor het eerst dat je met zo'n paard op dat niveau terechtkwam. Dat is ook voor het eerst dat ik echt zo'n paard gehouden heb tot tot die leeftijd. Normaal, normaal verkocht ik ze altijd als ze zeven waren, omdat ik dan dacht: goh, dan moet ik internationaal gaan eventing rijden, internationaal gaan, gaan jumping rijden, en dan ben ik nooit meer thuis. Ik ben, ik, ben, ik ben wel een beetje. Ik ben heel graag thuis. Ja. En, en dan ben je veel weg, en dan, en dan, goed, dan hebben we beslist van. En omdat ik ook. Ik, kan, ik vind van mezelf dat ik heel goed jonge paarden kan opleiden, maar ik, ik denk dat te kort komen om, om echt zo dat 1,45, 1,50, 1,45 wel natuurlijk, maar 1,50, zo, uh, om daar mee te doen uh, aan de top. En, en daarom, dan, dan denk ik, je kunt beter in een 1,40 uh, een keer proberen derde te zijn of een proef te pakken dan, dan drie balken in het 1,50. Ja. Is dat om, omwille van u, de positie, waar dat je zit in je carrière? Als 47-jarige man die een um, 12 of 13-jarige dochter heeft die heel getalenteerd lijkt. En dus is dat een, is dat, kijkt dat eigenlijk al iets meer naar, naar de toekomst van ja, haar. Tuurlijk, Want hadden ja. we nu tien jaar vroeger geweest hadden en, en in, in deze denkrichting hadden we misschien dan wel kunnen. Uh... Want er zijn wel heel veel mensen die zeggen. Um, Raf Koremans um, heeft niet de resultaten van een Michael -Jong, maar um, en heeft er zich niet naartoe gelegd, maar heeft misschien wel de intrinsieke kwaliteit om dat te halen. Nee? nee, nee. nee? Ja, ja, nee, nee. Oké. Okay. Ja, ja, en jong. Ja, ja nee, 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 ik begrijp... Dat mensen ik onderschatten goed dat die, die zo... kerel. Hè. Dat, ja, ik vind het schoon dat je dat, dat, dat graf graf zo Dat is een filmen, hè. Ja. Ik heb die gezien als die, ik weet niet, dat hij 25 jaar was of zo, en dat was in Duitsland op een kampioenschap. Dat was een combinatie A, B, C, D, dat ga, dat ga je dan in oktober leren kennen. Maar dat paar strakelt na A, ik denk 95% van de ruiters zouden vol te rijden, bij hem B, C, D, E ging helemaal vanzelf. Dat was die, die, zo'n reflex. Het moment van reageren, dat is zo intens en zo op de, op de honderdste van een seconde. Ay, dat, is ja? dat is fenomenaal. Dat is fenomenaal. Dat zou te gek zijn om daarmee te vergelijken. Maar, ja, dat maar de mensen bedoelen een beetje uh, de combinatie dat ik ook de alles doe. Ja. Hè, en daar heb je niet veel natuurlijk. Ja. Want zijn er... Alles op een redelijk niveau. We zijn er veel andere eventers? Je hebt Sandra Auffaert, die in Vijster prijs en het heel ja. goed doet. Um, we zijn er? Burton? Nee? Weet Christopher Barton, Burton, ook, ja. Wat ja, ja, ja. ook voor het spelen ja. Um, we zijn er ja, er ook... Ingrid Klimke dan in ja. de Dressuur. dressuur. Oké, okay, maar nu noemde ook, dat zijn ook allemaal Dat's, mensen Dat zijn fenomenen zijn hè. de kampioenen nee. ook allemaal. Ja, dat ja. 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 zijn de strafsten. Ja. Ja. daar is Sandra Aufaard. ja in Brussel of zo zit rijden, en denk ik ook, mij. Ja. Ja. chapeau hè. Ja, die heeft dat wel altijd gehad hé. Mm -hmm. Goeie Amazone hé. Chic. Um, en nu waren we even. Wat... Ja, ik, um, op een gegeven moment kwamen we de naam Paul Hermans tegen. Um, die... Kende je Paul? Hermans? Nee, niet. Allee. Ja, en inderdaad, niet de, de eerste dat zegt: Allee, kun kunnen nu. Legend, niet, hè? Tennen. Legend. Ja, dat is toch wel. Uh, dat was mijn, mijn groot idool vroeger. Hè. Ja? Hm. ja. Wij gingen vroeger niet, niet voorbij de landsgrenzen. Hè. Dat, was, dat was een beetje eh, zo, yeah. de, de landelijke, dat was, dat was zo. En dan. Ja, vol Herman, dat was. Want jij zegt nou dat ik de drie disciplines, maar die, maar die heeft ook niet, uh, die had ook niet die ambitie om, om weet ik wel, te gaan doen. Dat, dat is een beetje hetzelfde, denk ik. Uh, uh, die was ook blij met wat hij deed. Schets ja, voor ja, de mensen inderdaad. die hem niet kennen, zoals René de Bakker. Wie dat Paul Hermans was? Ja, ik denk, ik weet niet hoeveel keer, Europees kampioen eventing bij de Landelijke, een paar keren. Maar die won, die won, ik denk dat die, dat die gewoon uh, met hetzelfde paard uh, een vierster in de, in de eventing won, en dan ook uh, een dertig proeven won met dat paard. En, en dan ook eens dressuur het hoogste niveau bij de Landelijke. Ah, ja, oh, dat was een fenomeen. Hè? Ah ja. Die heeft altijd bij, bij uh, Leon Vos uh, gereden. kende die engste boer niet? Nee, maar blijkbaar wel inderdaad, Wendekraai, Saigon. Al die en dan, en dan dat weet ik nog, want, want Pol Hermans, daar ben ik als hoefsmid aan mijn opleiding van gaat. Um, was ook een hoefsmid. Ja. Oké. Okay. En dus, dus op een gegeven moment belde zangers naar hem om, om uh, bij hun paard te komen rijden, daar had hij dan ook geen interesse in. Hij was ook blij met wat hij deed. En, ja. Oké. Okay. Dus dat was al zo goed dat Zanger zij hem eigenlijk wou, ja, en dan ja, was ze ook nog een keer ook, ja. zo, dat zeker dat hem Zanger naast zich neerlegde. Ja. ja. Mooi, hè? Paul Hermans. Ja. Wat heb je geleerd van die man? oh ik heb geleerd veel, hè. Ja. Want ey, u, uw vader is, is invloedrijk geweest. Wie, wie, gaf, wie gaf u thuis wel les? Was dat uw vader of was dat uw moeder meer? Of? Nee, mijn moeder niet, m mijn vader. Uh, maar, maar goed, je was niet zo theoretisch aangelegd. Uh, en nou, nou zijn wij, die kinderen die weten al. Ik, ik, ik ben eigenlijk pas op mijn, mijn 25ste, denk dat ik, dat ik begon te beseffen dat we afstanden moesten aantallen, oppassen en, en al die dingen. Wij waren er heel laat mee bezig. Als ik, dan, als ik dan zie wat, wat ja. nou die kinderen van, van, uh, in die jeugdconcoursen allemaal doen, die, die, die weten al zeven terug, of acht volgen, of... Nee. Dat is een interessante vraag. Uw um, dochter is Lieselot, is dertien. Ja, die wordt dertien. Dat wordt dertien. Um, die was vorig jaar uh, elf, die wordt dertien, die is nu twaalf. Dat meisje is in volle groei. Hoe loopt zo'n kind een afstand? ja papa doet dat nog hè. Oh, ja, ja kom maar zeggen. ja inderdaad wij oh, zitten okay. nog in de fase dat ze nog een handje aan papa geeft. Ah, ja <laughs> dat gaat voorbij gaan denk ik dat gaat dat gaat ja gaan. van de jaren nu... voorbij gaan. nou ja, nee, ah, die ja. Is. kom maar ja. Hey, want zo'n kinderen als gegroeid dat is ook een goede vraag maar denk, gaan ik denk, ook, na, man. Ik denk ik denk ook wel dikwijls, als wij daar die, die rondes aan het lopen zijn dat de helft ook gewoon wat ja. doet voor de ja. show voor de show denk mm. ik oké ah, oké okay. okay. yeah. um, maar dus Paul Hermans was meer um, uw idool en invloedrijk voor u als smid, eerder dan als, als persoon die u in, in de paarden begeleidde? In de paarden eigenlijk nooit niet gedaan. Nee, ook niet als wij we samen wegreden. Wij hadden het natuurlijk veel altijd over paarden en, en over, over andere sport natuurlijk. Uh, hij is ook een, sportfan, uh, een sportliefhebber. Maar eigenlijk in de paarden sport heeft hij mij nooit, nooit les gegeven of zo. Dat, dat vind ik nou nog altijd spijtig. Maar ja, ik zeg het, wij, wij waren er vroeger niet, ja. niet mee. Anders, ja. We deden het allemaal zelf een ja. beetje. En, en, ja. Maar die man was dus zo succesvol en deed er nog altijd een job als smid naast. Ja. ja. Maar die werkt echt keihard. Ja, moet zijn. Ja. Maar ik denk dat dat ook zo iemand was die, die als die één keer per week op een paard zat, en verder longeerde die, of, of dan, dan kon die zondag een proef winnen. Ja, natuurtalent. Ja, dat was wel een stielman, hè. Ja. Ja. Mensen zeiden, of zeggen mij, want in, in, in de ontdekkingstocht Wie is Raf Koremans? Ja, um, smid zijn betaalde de rekening, maar kostte hem misschien uh, Parensport, carrière en ontwikkeling. Zou dat kunnen? Ja, zeker, hè? zeker. Maar, ja, dat... dat vind ik niet erg. Ah, Mooi, Ik vind ik het je dat met... Uh, een... Maar hoe, wij zijn dan... Wij, zijn dan uh, wij hebben, ik denk, 14 jaar geleden een stal ge gezet en dan, en dan ben ik gestopt als midden en dan... Ja. Zijn we gaan doen wat we nou doen? De sprong gewaagd. De sprong gewaagd. Uh, mijn vrouw werkt nog altijd wel, maar, maar die, die helpt ook wel met mijn bedrijf bij ons. Die rijdt niet, die heeft zelf een paard, maar die rijdt geen andere paard. Ja. En nu, nu is dat natuurlijk heel leuk, hè, met de dochter. En dan zijn we met twee en, en ja. dan hebben we meer. Uh... Vertel eens, wat is het bedrijf Raf Korman?s hoe, hoe ziet dat eruit? Wat gebeurt daar? Hoe groot is het? Als ik al? het, ja, dan, dan vooral jonge paarden opleiden. Dat is ook echt wel wat ik het liefste doe. Ja. Vind ik echt leuk. Ja. Hoeveel heb je er zo staan? Wat, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ik rij er nu een, een zeven per dag, zes zeven, en dat is, dat is voldoende. Ik, vroeger deed ik er meer, uh, maar mijn rug laat dat niet toe. En, en uh, ik merk als ik als ik er dan als ik meer als zes die zevende, dat is, dat is al een beetje ja. moeilijker. Ja. Ja. Is er nog iemand anders bij jullie op stal die nog bijrijdt of meer nee. nee. Ja, mijn dochter nou wel. Ja. Ja. Dus wij zijn, wij zijn wel gekrompen in, in, de, in de stal. Uh... Gekrompen toen over veertien jaar geleden? Ja. Ah ja. Ja, ja omwille, omwille van je fysieke... Ja. 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 En je wordt ook slimmer, hè, met ouder worden. Ja? Ja, ik, ik denk niet... Ik, denk, ik, ik geloof niet dat je er dertien goed kunt rijden op een dag. Ja. Nee, nee. Jij doet liever zes, zeven, allemaal... Ja, nu wel, Dat ben ik nou eigenlijk de uh, laatste jaren achtergekomen. Hm. Je spreekt ah. over je hernia en over je rug. Is dat een, een gevolg van de eventing van, hm. van de tummelpertis? Ah, nee. Ja, dat weet ik niet. Ah, weet ja. ik niet. Mijn vrouw denkt, ik ben, ik ben, ik weet niet hoeveel jaren geleden, acht jaar geleden of zo, en, en uh, ben ik eens een keer in de jumping. <laughs> <laughs> maar die, dat paard bleef in de marten hangen. Ja. Dus ik, ik spring een driesprong uit en dat paard blijft in de marten hangen en ik, ik val recht op mijn, op mijn hoofd. Dus echt, hè, die, ja, dan hebben ze geen voeten. Hè, dus je, ja. En ik, ik word er de grond in, ge, in geboord. En toen was ik echt immens stijf in mijn nek. Eh, nooit meegemaakt. Dat was direct heel heel stijf. En zij denkt dat daar, hè, want ik heb een nekhernia, dat daar die wervels. Maar goed, in hoeverre dat, dat ja, ja. daarmee te maken heeft, weet ik niet. Meer. Heb je voor de rest een, een relatief uh, ongevalvrij crossleven gehad? Heb iets... Ik heb, heb nog nooit iets gebroken. Nee. Ja. nee ja. We hebben Karin Donkers gehad. Hè? Ja, ja die heeft geen... alles al gebroken. Ja, Dr. Ja. Biber, elke, ja, ja. elke... Karin, die, ja. die heeft een abonnement. Je hebt nog nooit iets gebroken. Nee. Dat was wel Maar ja. Nee. Dat is uitzonderlijk. Zeg. Maar ja, je kunt beter iets breken dan een nek er niet. Ja. Nee, nee, nee. Ja, 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 <laughs> nee, dat is ook minder ja, pijn. Ja, ja. Ja, ja. Hm. Oh. Nee, ja, en niks. Ja, dat, is, dat, is, dat is goed. Hè. Amai, dat is knap. Ja, Ja, ja. ja klopt. dat klopt. Maar uh, nee, ja. ik, ik val wel makkelijk. Allee, als ik val, val ik ja. makkelijk. Dat is wel. Je hebt mensen die van nature soepel en atletisch zijn, ik hoor daar niet bij. En inderdaad, als die mensen vallen of rollen, dat da, da, da rolt dat. Ja, altijd, rollen, ja. 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 Ik heb ja. ooit judo gedaan en dan moeten we ook leren vallen. Ja. En dat is, dat is, was voor mij verschrikkelijk, want ik viel gewoon als een plank vol ja. op de grond. En dan... Ja, maar je hebt mensen die zo schoon kunnen boem, boem, wegrollen. Ja. 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 Je moet ook wat geluk hebben. Ja, is zo. Je hebt ook veel geprobeerd in je leven, hè, vriend. Dat is echt waar. Om dan tot de conclusie te komen dat ik geen enkele sport goed kan. Jawel, er gaat een sport zijn dat je heel goed kunt. Hè? Ja, maar... maar... er zijn ook heel veel sporten, hè? Ja, dat is waar. Van sporten gesproken, dus los van het, um, het cross-parcours wandelen uh, 26 oktober, zijn we ook uitgenodigd op de um, Elfstedentocht, maar dan wielrennen met de vlo, met de fiets. Hé. Hey. Ja? Dat gaan we doen, hè. Ja? ja. doe je mee? Gaan we mee? Ga er mee? Ja. Het is een zomer, hè? 200 en een beetje kilometer. Dat moeten we wel. <laughs> ja. 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 Ik denk wel dat daar liefhebbers voor zijn. Ja. In dat Friesland. Um, het was Henk Angrenent die er mij over aansprak. Um, en ik denk dat we dat wel eens gaan kunnen. Komen. Maar hoeveel kilometer fiets jij nou al? We gaan uh, zaterdag, zaterdagochtend gaan we fietsen. Uh, ja, 60-70. Oké. Okay. Ja. En nu moet ik. Uh, nee, dus als ik nu niks zeg, dan klinkt dat heel goed. Uh, 60-70 dit jaar gefietst. Ik nee, denk dat ik laatst nog een keer 60 heb gefietst. Misschien twee keer dit jaar al 60, 70 kilometer. Maar ik ben er niet toe gekomen. Ja. Maar dat is het enige. Want dat is wel een stappen, 60 naar 200. Ja, ja maar uh, oh. volgens Henk, uh, rijden dan in een, in een groep. En dat is al een serieus verschil. Je begint zocht dus heel vroeg. Dus de eerste 100 zijn achter de rug voordat je het weet. Um, dan is het moeilijk tot aan 160. Ja, en dan zijn er zo die bij de finish dat je ook niet meer opgeeft. Al dus de man die de, <laughs> de uitstiële tocht op de schaatsen zelf woont. Ja. Dus die mens. Ja dat gaat waar zijn hè zo gaat het ja, zijn hè ja dat gaat inderdaad wel uh, iets ja. van uh, iets van zijn dus uh, ik stuur heb dan een, uh, een kermisskuus meegereden oké okay. oh, in, in die groep dat is spannend. Dat is beangstigend, denk ik. Ja, als Want ze vragen bij bij mij uzen. altijd: vinden de cross niet spannend? maar, maar goh. Dat denk ik ook. Dat zou niks voor mij nee, zijn. je moet als ik met mijn vrouw met de koersvloer oh. ga rijden, ah, dan te de... dicht tegen mij. Oh, altijd te dicht tegen mij. Dat ruzie maken: ga eens van de kant. Doe eens wat heb, dat is waar ja. je aan de kant. Hoor. Ja, ik kan er ook niet tegen. Was dat Oef. voor en achter en dan, ja. en dan gaan ze. Oh. Ja. ja, dat begrijp ik. Oeh, dat zou ook niks voor mij zijn. Nee, ja, dat begrijp ik. Ja. Um, 2003. Mooi, toch 2003, mooi jaar. EK LRV minder houdt. Dat kan Ja. ja. Um, Juist. Wordt zo'n EK. Team houdt? Ja ja, voilà. ja, ja. Wordt zo'n EK vaak in, in België gehouden van de LRV? Goh, de, laatste keer, de laatste keer was de Wouter kampioen, denk ja. ik, in, in uh, Tongeren. Uh, de neef van, van Louis. Uh, dat is toch al wel een paar jaar geleden, hè? Familie van ja. kampioenen, hè? Hey. <laughs> Dat is uh, vier, vijf jaar geleden, denk ik. Zoiets. Vier jaar geleden. Zeker. Denk ik. Vijf, zeker. Toch? Ja, jong. Oké. Okay. Wa waar was het? E, Tongeren. Ja. Uh, Minderoud was 2003. En ja. dan uh, won... En dan won... 2017. Nog, um, 2017 al. Ah. Oei. Ja, sorry. Uh, in 2003, dan won, dat weet ik nog, een Duitser. En die heette Fiege, denk ik. Kan dat? Ja, dat kan. Mark, Mark of Marcus Fiege... En Sigrid Aarnoutz was toen derde. Allee. Ja, hij zat mee in de ploeg. Ja, Met Riskit, ja? van mijn ja. vader. Toen waar? Ja. Paard van mijn vader. Nee. Okay. Ja? Allee. Ja. Mijn eerste paard. Riskit. Ja. Iers paard niet? Iers paard. Ja. Het is Majoris de Wachter in Ierland gekocht. Mooi. Hè? Ja. Um, weet je nog wat er bij in de ploeg zat voor de rest? Of je de geiten, dan, Louis? God. Ja, de Nick van Laar denk ik. Ja. Nick van Laar. Barton Tommels. Ja hoe kan LRV Legends hè? Sigaretten. Hey nou nou dat is gevaarlijk hè. Nou die twee, dat is niet netjes van mij. Hè. Gaat al dus ah, u zelf? Ja, dat, dat was mijn zestal. Bart? Nick? Nick? Nog twee ja. Ene komt uit een. Heb ik me laten vertellen? Des, des, de. de familie Family Family. Laatste kleine. Ja, van, uh, van Vlaanderen. Ah. Ja nee. Ge, ge, ge... De ja, van de smet. Ja. De gust. Ja. Gust. Zat Gust bij een team? Ja, met Sprightly. Oh, sorry, Gust. Ja. <laughs> en is er nog één? Oh, ik weet het ook al niet meer. Walter van Massenhoven. Ah, de Walter. Oh ah, ja, just. Ook een LRV-legend, hè? Dat ja. Dat ja. zijn allemaal, je ja, toch wel, hè? Ja, wel, de Walter wel, hè. Ja, ja. ja. voor Duitsland inderdaad, met Nicole Grim, Hanno Verden, Sandra Tusche-Bade, Anna Rogeland, Mike of Mieke, Mike... Bardle en Mark Fiege. Mark, Fiege. Mark Fiege met Armani. Juist. Ja. was toen een, een massa mensen, dat weet ik nog. Hoe volk dat daar toen was. Toen was dat ook wel nog echt heel, heel, heel uh, populair. Oh nou, is dat, nou is dat EK van de landelijk. Eigenlijk. Dat is een beetje uitgestorven. Er doen ja. niet meer veel landen mee. En, en... Ah, ja. dat is zo. Maar Toen was dat nog wel echt... Oh, dat zal ik nooit vergeten. Dat was het uh, van het. Dat was ja. een echt feest. Ja. Duizenden mensen. Ja. Zo mooi. Echt waar? Ja, dan worden dan we worden, dan worden wel verliefd op die sport, of dan dragen we ja. dat wel uh, hey, ik weet warm hart toe. Uh, uh, ik kom uit een andere kant van, uh, van het land. Uh, het Meldert, uh, Van Grauwels. Die mocht ook ooit eens naar het EK ja, ja. ergens, denk ik, zelfs in Zweden of zoiets. Ja, dat was... Niet dat wij dat van heel dichtbij hebben beleefd, maar die gast ja, dat was. Een ongelooflijk. Ja, ja. Toen kreeg ja. ik er ook over 15 jaar uh, Terecht. 15 jaar geleden. Ja. Ja. Ja, dat, dat is ook als je nou landelijk rijdt hè, dat, dat zijn meestal amateurs is dat ook wel iets ja, ja. speciaal hè? ja 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 ja, ja dat, dat, dat is wel iets hè. het hoogtepunt ja ja, huh? ja zijn er nog een fervent een LRV-man uh, ik ben geen lid niet meer uh, uh, maar, maar ik respecteer dat wel veel ja. ik, ben, ik, ben, ik ben dit jaar eigenlijk nog niet jawel ik ben naar één ponytoernooi gaan kijken maar goed, dat, dat komt omdat wij heel veel weg geweest zijn en al die dingen en, en dat heeft niks. Uh, nee, ja. ja. de tijd ontbreekt er. Ja. Dan zijn je vorig jaar bijvoorbeeld niet in Mechelen nog AVV Super Cup meegereed? Ja, maar ja, dat is van jonge paren. Hè. Ah oké. Okay. Daarvoor moet je lid zijn van. Ah, oké. Okay. Of misschien was ik dan nog lid, maar ik ben nou geen lid meer. Ah, ja. Oké. Okay. moet kalf altijd gaan helpen. Hè. Ja. <laughs> <laughs> Als je lid bent. Ja. Dat, dat EK van, van de Landelijke Rijvereniging, was dat dan uw, op dat moment het hoogtepunt in uw carrière? Mm, nee, een... ik, denk nee? Het niet. ik denk het niet. Nee, nee, op dat moment hè? Ja, op dat moment ja, misschien wel. Misschien wel, Alhoewel, ik weet het niet. Of wanneer komt er zo'n beetje een internationaal moment in, uh, in de carrière? Ja, ik denk als je dan de, de, de grote omslag. Dan, dan is het, ik denk één of twee jaar later met dat paard, uh, Rijk EK bij de Senioren in, ja. in Blenheim. En dat was voor mij wel, hè, de, de, ja, met een boot daar naartoe. Uh, uh, die cross was echt mega dik voor mij. Ja, ik dacht echt de eerste keer: dit kan niet. Maar dat was wel, dat was wel echt, uh, dat is wel een herinnering. En dat is, dat is met alles zo. Hè. Als je de eerste keer iets wint, ja. is dat het speciaalste. En, en, ja, ja. en dat was dan het eerste EK. Bij de senioren dan, dat was wel. Uh, dat was toen al zelfs Cavaler, Telstar. Ja. Oh, Telstar, maar ja. Skippy, Lord Goddard ja. en dan uit een Telstar. Ja. ja, dat was van mijn schoonbroer eigenlijk. Hè. Ik had uh, uh, de Koen Malissar, kennen hem niet? Van, de, van de Wim Malissar, de broer. Ja, ik zie ja. staan Fokker Paul Malissar ja, en dan ja, de zus van, van Telstar en nu Kalinka die met ja, Michel ja, Malissar loopt. Ja. 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 En uh, dus die, 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 ja, die had een relatie met, met mijn zus en die had een, een Skippy, Marco Polo. Uh, en die sprong echt heel scherp. Het was een beetje een moeilijk paard, maar die sprong echt fantastisch. En, en hij, kon er niet zo heel, hij was een klein mannetje en, en hij kon er niet zo goed mee rijden. En, en dan mocht ik niet rijden. En, en dan, ja, dan vond ik veel mee in de NRV. En, en dan gingen wij ook in. in uh, uh, hoe noem het daar. Uh, in de Vlaanderen? hier: uh, Toverdijk. Mm -hmm. ja? Daar was dan toen zo een, een wintersgescoe, dus je weet het niet. Zeker daar gingen we dan mee rijden en, en dat, was, ja, dat was echt verfeest en dat, dat paard sprong altijd nul en zo en, en daarom hebben we dan die andere skippy daar ook gekocht ah ja ja dat was zo. die moesten we hebben hè. Dat, dat is... en dat was dan telstar en dat was telstar ja, ja. uw eerste succespaard Ai, internationaal ja toen had ik, toen had ik eigenlijk uh, uh, toen kwam ik veel bij de Wouter en zo daar, daar in de familie en uh, toen had ik twee, twee goede paarden. Telstar, dan voor het hoger niveau. En dan nog een Isanetta. Uh, die, die kon niet dat hoogste niveau aan, maar die won echt elke wedstrijd dat ze meedeed. Uh, dat, was, dat, was, dat was super toen. Ja. Bijzonder bloed. Balder, Wolfgang, Liguster. Een Nederlandse merrie. Ja. En Balder was Nuriel. En Nuriel is Uriel. Balder, ik nooit van gehoord. En die kocht ik ook. Je zei dat straks, die kocht ik ook uh, als ik aan het beslagen was. Die mensen, ja, oh, dat paard. We willen hem verkopen. Hè. Ja, en dat was direct. Ik ben hem direct gaan halen met een trailer. Waarom? Waarom wilden ze verkopen? Ze... Allee. Ja, ik, 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 alleen dat is nee, dus ook, ja, dat, 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 dat maakt naar, maar, maar, maar ja, die mensen zeiden, ja, oh, we gaan het paard verkopen. Ik denk dat die, hun zoon was toen ook niet meer fanatiek was. En die moeder was wel kwaad op die zoon, denk en, Maar dat was eigenlijk een goede vriend van mij, die zoon. Ja. En die moeder was wel kwaad. En ik zei tegen hem, ik zei, zei zeker? En, oh ja, doe maar, doe maar. Dus uh, ik direct naar huis. <laughs> Geld halen, remark. Ja. En dat paard, dat, dat had nog nooit event gelopen. was elf jaar, hè? had nog nooit event gelopen. En die, die won, uh, drie keer werd drie keer Belgisch kampioen. En waarom koop je dat paard dan? Als dat nooit eventing heeft gelopen? Ja, die jongen die reed er goed Dressu mee. En, en dat sprong wel echt goed ook in het set. Ja, die kostte niet zoveel. En dan... Ik kijk er eens hè, internationaal. Uh, uh, Varseveld, tweede, Waregem gewonnen, Lumme gewonnen. Um, Ede, Nichelino in Italië, derde. Ja, ja die, die, die was altijd. Die, 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 ja, die bracht nog eens iets op. Ja. ja. En dan later, dat paard, dat was, dat was echt een heel snel paard en, en heel makkelijk te rijden. Gingen we, toen kwamen die indoor-eventing. Toen is ja. dat heel even is dat populair geweest. Oh, dat was zo raar. Ja. Die won bijna elke wedstrijd. Ja, dat was mooi. Ik vond dat, vond dat wel altijd de moeite, indoor-eventing. En Meg heeft dat ook één of twee jaar ja. gedaan. Ja. Oh, ik vond dat zo de moeite. Ja, en die sfeer, dat was ja. tot slot. Dat, ja, dat leefde wel, hè? Ja, ja. ja dat leefde. Maar dan gingen wij, Mechelen, dat was al fenomenaal, hè? Yeah. Dat was echt al zot. Maar dan gingen wij uh, gingen we naar Birmingham of zo in Engeland. Horses of the Year. Dat was dat ook. En uh, wij daar naartoe en, en wij dachten, wauw, niemand kent ons hier. Maar, maar dat paard, dat won bijna elke keer. Dus wij komen daartoe en, en dan ja, stond er ook zo'n gokstand. Ik zeg tegen mijn vrouw, ik zeg kom, zet, zet op mij en niemand kent mij hier. En uh, we hadden nogal veel zelfvertrouwen. Ja. Ja. <laughs> Vandaag en dag worden we ervoor geschorst. Dus, ja, uh, dat kon je juist <laughs> zeggen. Zij, zijn er daar en, en uh, ze keek. Bijna iedereen had op mij gestemd. Okay. Dus die, die, die Engelsen... Toch gevolgd. Die hadden die, die, die echt wel uh, goede research. Die, oh die allemaal kijken. Kijk. Dus ja, dat hielp ook niet. Maar wat was wel het gevolg? Ik was daar echt... Iedereen supporter van Ah, ja, yeah, ja. Yeah. Dat, dat, dat <laughs> was veel, Ik kwam binnen en uh, die mensen echt... Het was fenomenaal. Dat was al mooi. Ja. En dus is de vraag gewonnen? Ja, ja, gewonnen. Ah, ja. Okay. <laughs> en heel de boel was blij. Hè? Ja, iedereen was nee, blij. Dat is, ja. chic, hè? dat is echt een schoon verhaal. Ja. Hè? En daar zit wat volk. Ey, dat zit, daar is ja, is is vol. Hè? Hè? Dat, was, dat was echt... Goh. Dat is een eerste indoor al te denken, niet? Dat zal bijna weer zijn. Ik hè? Niet, niet ja niet. Ja, ja. uh, Volgende week... The ja. Dat maar of dat nog indoor-eventing is, weet ik nee, niet. Nee, dat, dat is helemaal gedaan, denk ik. Want dat is nog moeilijk om te organiseren. Natuurlijk. Ik weet, en... Dus ja, Genève nog en. Ja, die doen dat nog wel. Door. Hors of the ja. nearest... Ah, uh, uh, eventing indoor. Door. Pardon, ja. Maar dat is nu dat is wel een ander. Vroeger was het echt zo ondersnelste. Maar nu doen ze dat naar de optimale tijd. Of zo. Ah ja, mm. dan is de fun er ook af. Hè. Dat is minder interessant. Hè. En de bos, die hebben ook een tijd gedaan. Die hebben dat ook gedaan, ja. Is dat ook gepasseerd? Ja, ja, dat heb ik het Maastricht denk ik ook geweest? Nee, Amsterdam, Maastricht. Heb je er ook niet uh, ooit gedaan? Ja, Amsterdam Kamp? zeker, zo ja, ja. lang geleden. Ja. Oké, okay. in Genève kunnen nu ook wel. Maar, dat is wel ja. genoeg Met water en zo. Ja. Dat is rond te vliegen, ja dat, is echt. ja, dat is wel, in dingen is dat toch ook altijd zo. Uh, gokken zijn hier in, in uh, Spanje Spanje, uh, La Coruña en zo. Ja, Gigon, ja. ja. Heel wel niet, hè? Dat is, ja. ook nog... dat is ook nog altijd, Ja, ja, uh, ja. En dat dan de, de, de proef wordt stilgelegd om terug te gaan gokken en te beginnen. Ja. Mooi, hè? Ja. Dat brengt je ook toch. Ik heb wel gehoord dat daar soms ook echt mensen. Fluiten en en zo, hè? Ook al ja. op de livestream. Zowel positief als negatief. Maastreus. Ja. Ah, ja, ja, ja. Een ja. beetje voetbalachtig. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Als je dan een ja, scholingsrondje rijdt en heeft er net iemand ja. uh, ja. tien pz of, of ah, ja, ook maar ja, dan, ja, dan, ja, dat dan vloggen Ja. Is logisch, hè. Ja. Ja. Nou, ja. Kijk. Maar dat is gezien, met een goed paard kunnen we ook veel winnen. Ja. Zeker. blijkbaar. Ja. Ja. Mooie verhaal. En dan komt uh, er dan al de Meter op je pad? Nee, dat is nog wel een, een, een stukje later. Dat is uh, 2008 denk ik of zo. Ja. 2008, ja, zoiets. Ja. Dat is maar een jaar of twee, drie later eigenlijk. Ja, vier. Ja. Mm -hmm. Want je hebt drie, bij de Seniors drie kampioenschappen gereden. Eén met Telstar, één met Vadrouille en solo en met de Meter. Ekaas, ja. Ja, Ekaas, ja, pardon. Ja. Ekaas, senior. De meter, dat was, uh, dat was een extreem paard. Uh... We hadden zo een boekje van, van een vriend gekregen. Wat was dat? Hound of zoiets. Uh -huh. En, en uh, ik bladerde daar zo eens door. En ik zag een, een, een vosse merrie door een water draven. Op een foto, hè, gewoon. Ja. En ik zeg tegen mijn vrouw, ik zeg, dat is precies een, 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 een tof paard. En normaal, dat deden wij nooit, zo in het buitenland uh, bellen voor een paard. Maar zij belde en die vrouw, die was vriendelijk Oh, en, kom af en uh, vlieg tot Dublin en ik kom jou daar halen en, en la. Maar je, je belde om ze eventueel te kopen? Ja, ja. Hè, dat, ja, die stond ja. ook in dat boekje uh, ah, ja, om te verkopen. Ja. Ja. Maar dat stond bij dat, dat ze alleen nog maar wat dressuur gelopen had en dan geen... Ging, ging, uh, ging, nog niet gesprongen en zo. Maar ik ging erop zitten en... en uh, ik begin dat ja, wat met de springen. Ja, was echt fenomenaal. Ik begin dat wat met de springen. oud was het, sorry? Zes. Maar die had heel weinig gedaan. En dat springen, dat, dat gevoel was eigenlijk wel goed. Dat was uiteindelijk wel zijn minste punt, maar ze sprong eigenlijk toch veel nul. Dat was wel een extreem goed paard. Rubin Royal. Ja. Canudos, dat is volbloed. En dan Pik Buben. Dus dat was eigenlijk een dressuurpaard. Ja, eigenlijk. ja was Dressu gefokt. Ja. ja. Dat zag ik ook wel. Ja. ja. Ik was. Uh, uh, ik heb ene keer was in, in Scheneveld was het Duits kampioenschap. En, en dan was, mochten wij dat bijrijden dan. In, voor de internationale reeks. En dan klopt ik de Duitsers in dressuur. Nee. <laughs> Niet in de einduitslag, maar in dressuur. Ja. Later hebben wij Bettina Hoy als, als coach ja. gehad. En die wist dat nog. God voor Tommy, toen heb ik ons... gehad. Gij... Ja. Die wist dat nog. Ah. Zeker. Ja, maar um, ik, 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 ik kijk zo eens. Uh, met de ploeg, dat was toen de Belgische ploeg, zesde, zevende, zevende, zo, altijd just. Just niet. Just niet, yeah. ah, nee, ja. Nee, nee, maar, ja, ja. nee, maar. Oh ja, dat is nu, ik wil het niet laten overkomen, dat is wel. Maar ik zie dat dan zo staan, denk ik, oh. zeker als je zo'n uh, fenomenaal paard op de wand. Het um, is 2011 dat je in Lumulen het kampioenschap rijdt. Je rijdt zelfs de testwedstrijd in Londen voor de Spelen. En je stel ik op de longlist voor de Spelen, en je hebt nog geen Spelen gereden. Ik had hem verkocht. Ja, hoe, komt, hoe, 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 hoe gebeurt zoiets? In zo'n in zo belangrijk jaar, um, was dat, hoe, 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 hoe moeilijk, hoe makkelijk is de beslissing dan? Oh, oh. Ik, ik, als ik beslissingen neem, dan, dan heb ik er ook nooit meer spijt van. Uh, ah ja. dan maakt het leven wel iets makkelijker voor, voor mezelf. Maar, maar uh, hoe komt zoiets? Dat, dat, was, dat was nog jonger, dat paard was acht denk ik. Dat was heel snel gegaan. Uh, dus dat was toen denk ik het, het beste jonge paard van Europa. Uh, er was heel veel vraag achter. Maar wij, wij hadden helemaal niet de intentie om te verkopen. Maar dan hadden we Boeklo gereden. En dan kwam, en dan kwam uh, Ben Slimmer, dat is een Nederlands meisje. Uh, die zei, ik heb een Amerikaanse klant en die wil jouw paard kopen. En die wil veel geld geven. En, dan, en dan, uh, toen, leste ik, uh, toen nam ik wat springles bij Rob Erens. En, en Rob zat bij ons aan tafel. En, en, want ja, ik kon er met niemand over praten. Want dat was, dat was een beetje speciaal. Een half geheim, ja. Ja, nee, geheim, nee. ja een, een, een beetje een geheim. Ik zeg, Rob, ik heb een vraag. Ik zeg, uh, en ik, ik, ik vertel hem dat dan. Hij zegt, Raffa, denk je dat je een medaille gehaald op de Spelen? Ik zeg, nee, zeker niet. Hij zegt, altijd verkopen. En toen hebben we beslist om te verkopen. Nee. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb nou dit jaar de Spelen gereden, ik ben ook blij dat ik het toen gedaan heb. Ja? Ja. Omdat ik ook weet dat ik geen medaille ga halen. Ik, ik weet, ik heb gehaald. Ik ken mijn niveau wel en, en ik denk dan... Ik heb veel gekund met, met, met die centen. Ay, wij hebben veel gekund met die centen. En, en Ja. ja, ja. Oké, okay, nu is het achteraf is, is het helemaal mooi, hè, Omdat ik dan toch een keer de Spelen gereden heb. Want, de, de meter wordt verkocht in 2011 of 12? Ja, net, net nog in 2011. Dat moest dan voor... Ah, ja, 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 ja. Dus dat is dan dertien jaar geleden. En dertien jaar geleden heb ook weer stal gezet. En dan, het een moest natuurlijk het andere een beetje... Ja. ja, dat hielp wel. Ja, dat zal wel. Ja, ja, ja oké. Okay, ja, <laughs> ja, 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 ja. Ja. De vraag is natuurlijk... Heeft meter Olympische Spelen gelopen? Nee, maar die heeft wel, ik denk dat die 10-5 sterren gelopen heeft. Maar oh, okay. toen waren er nog vier sterren. Maar... Dus die heeft er wel. Die heeft er, wel, ja, die heeft er enorm... Uh -huh. ja. Wat maakte die Mary zo goed? Ja, een dressuur fenomenaal, was echt uh, heel, heel, heel goed. En dan die, die Ja, veel broed, hè. Die, die kon echt zwart lopen en, en heel recht en ja, top. Goed werd. Ja. Maar een dressuur wel cool. Ja, heel cool. Top. Liep echt fenomenaal. En, en natuurlijk die, die Amerikaanse die, die sprong ook in 60, want daar heb ik later nog een paar van. Marilyn Little. Kost. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus die, 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 die kon dat springen nog beter managen dan wij. En, en uh, ja, dat was voor haar ook geen punt. Ik denk dat ze er ook maar 80 hoog mee gesprongen had of zo. Mo, ja. Met proberen. Ja. Oog. Ja, want dus, uh, inkomens, de volgende vraag. Uh, hoe probeerde crosspaard? Ja, dat is, is dat moeilijk. Dan hè? Ja. In drie dagen? Nee, uh, <laughs> dat is vrijdagse. Ja. ja, ja uur Goede vraag. Bewijzen van? Uh, hoe, ik weet dat niet. Ik denk niet. Ik, ik heb het althans nog nooit gedaan dat ik een paard op de op cross getest heb. Ah, nee. Ja. Nog nooit. Ik weet niet. Misschien doen dat sommigen wel, maar... ah, ja, man, dat dat, dat, gaat, dat gaat ook af op, uh, op resultaten. Hè. Heeft stopt hem niet in de cross, ja. bij wijze van spreken. Ja. Ah, ja. Ja, en hoe kun je dat dan voelen, zeker als het toch over wat geld gaat, dat je een paard, zowel in dressuur als in het springen, dat, dat die paard die combinatie aan kan? Of gaat er heel maar, veel maar af? Zij, was, zij, was vooral, uh, zij kon niet zo heel goed dressuur rijden, dus zij wilde echt een paard uh, Akei, dat heel goed als... in de dressuur was. En die ging er bij ons op zitten en die, uh, dat zag je eigenlijk al, die was al verkocht toen dat ze dan nog, nog met dressuur gereden had. Hm. Is dat dan op die moment, laat ons zeggen, het duurste eventingpaard uh, ter wereld? Ik denk dat dat toen wel... Uh, dat dat toen wel bij... Ja. Ja. Graaf. Ja, ja dat was wel graaf toen. Ja, want... Uh, en dat vonden, wij, dat vonden wij... Want daar hebben we nog heel even getwijfeld. Ingrid Klimper had er ook, ook al een heel jaar interesse in. En persoonlijk, al op die moment, liever, hadden wij liever daarnaar verkocht. Omdat dat natuurlijk... Dat is, dat is wel echt een naam in de eventing. Maar goed, het is dus, dus nu dus goed gewist. Ja. Uh, ja. Maar die, ja, die vonden het dan, die vonden dat te veel geld uh, ja, ja. toen op die moment. Mooi. Uh -huh. nee. Ja. Appa? Even nog voor de, voor de volledigheid: Marilyn Little, die dus de meter kocht, um, reed bijvoorbeeld ook Blue Curaçao uh, van het Meulenhof, de Mr. Blue. Ah, van Meulenhof, ja. Niet van dingen. Niet. En die had bij mij had die nog Clearwater gekocht. Ja. En daar heeft hij ook nog, uh, ik denk dat hij zelfs 61 mee gewonnen een keer, ooit. Ja, en nu echt, even ik denk dat Stijn van Kampenhout daar ooit nog een keer uh, stage heeft gelopen bij Marilyn Little. Oké. Okay. Lynn Little noemden ze die, of Marilyn Little. Ja. 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 ja, ja. Ah. ja. Harte dames, hè. Ja, ja. Ta -tante, denk ik, hè. Ja. ja. Oké. Okay. Te vergelijken met... Ja, dat durf ik nu niet te zeggen, <laughs> voor ik hier wat schoffeer. Margie, maar die Engelsen? Uh, een een taaier. Ah. Ja, een taaier, denk ik. bed Underhill, zoiets? Ja, dat vind ik, dat is een, dat vind ik een zachte dame. Nee, ik denk dat een Little een taaie uh, dame was. Ah, oké. Okay. Denk ik. Ja. Dat dus wat we laten nemen de... Ja, want we zijn we een, 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 een cruciaal stuk overgeslagen, besef ik. Um, we zijn naar de meter gesprongen, maar dat is 2011. Maar in 2009... Kies je ervoor om voor Nederland te gaan rijden? Hoe komt, is dat omdat ik net heb gezegd. Uh, met de ploeg, waar er nooit net niet bij. <laughs> of, is dat, hoe komt nee, want dat, maar dat is niet veranderd. Dus. Ah, ja. <laughs> <laughs> oh, nee, nee wel goed, dat heeft niet zoveel redenen eigenlijk. Ja, mijn pa is Nederlander. We wonen echt aan de grens ook. Voor ons een beetje één land. Um, en toen, kwam, toen was Martin Lips was toen, uh, bondscoach uh, bij Nederland, en, en die, die, die kwam daar dan vragen of dat die mogelijkheid niet, niet bestond. En dan, uh, dan moet ik zeggen, eh, want ik had nog, ik had echt, ik deed alles op mezelf. Ik had eigenlijk nooit niet veel lessen gehad, en, en die kreeg je veel meer lessen, en dan kon ik de dus surles gaan volgen bij Ankie van Grunsven en, en springles dan van Rob. En, en, dan dacht ik, ja, dat is misschien, misschien wel interessant voor mezelf, voor, voor beter te worden als, als uh, sportman. En, en dan ja, in België, ik, ik ken geen woord Frans, en in België zit je natuurlijk ook altijd met Frans-Nederlands. Dus die, die dingen een beetje, maar, maar goed, verder heeft hij eigenlijk geen reden gehad. Ja, Elk. ja. ja. Ja, ik, ging, ik ging een vraag stellen, maar je hebt het net al beantwoord. Eens dat ik een keuze maak, kijk ik ook niet meer terug. Dus is de vraag um, een goede keuze geweest? Misschien ja, dat, kun, dat, kun, dat, dat is ook moeilijk om op te antwoorden, natuurlijk. Ja. Da, da, ik voel me daar goed bij. Ik voel me heel goed daar. En, en, uh, ik had me waarschijnlijk ook goed gevoeld in België ja. als ik nog voor België reed, maar wel. Maar, ja. Je geeft natuurlijk wel een gigantische vooruit voor al uw vrienden en kameraden. om je vanaf dan voor Hollander weg te zetten. Uh, dat, dat, is, dat, is, dat, dat hoor ik natuurlijk wel heel dikwijls. En ja. 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 dan ja. zeg ik, ja, nog altijd? Dat hoor ik ja. wel heel dikwijls. Maar, maar ik denk dat dat uh, uh, bij veel als je dan over kameraden bij veel kameraden is het, is het moeilijker dat ik voor een bepaalde voetbalploegsporter, denk ik dan, dan voor nederland ben gaan rijden ja, ja, ja. <laughs> dat ze dat moeilijker vinden voor wie supporter hè? als ik mag vragen anderlicht ja dat zijn moeilijke jaren hè, maar... ja dat is ik nu zeggen dat mijn compassie ja dat dat komt er wel goed ja <laughs> <laughs> dat is super, ja. super. Ja. anderlicht ja nee maar, maar geen Nederlandse ploeg, dus? Nee. Snap je zit daar bij je PSV? PSV is het ja, ja, Maar ja, dat is wel plezieriger. Ja, maar ja ik, ik ga wel weinig kijken. Ik ben, ik ben natuurlijk wel al naar Annenleg geweest, naar PSV geweest. Mijn, mijn kameraad die, die, die had, nou niet meer, maar die had tot vorig jaar abonnement bij Antwerpen. Dus ik ging wel elk jaar een paar keer naar Antwerpen kijken ik zie dat wel heel graag maar, ah ja, okay, ja, maar je moet naar ander lichten gaan rijden dat deed als zondagsavonds en nee en... ja, ja. ja. even goed thuis kijken ja. ja was hier de match die kost zeker zo goed beter Toch? ja beter ja. Ja. maar goed dan de die sfeer is er niet, nee. ja mensen beschrijven u als um, iemand die heel goed met druk om kan ik heb dat altijd gedacht dat dat zo was, maar als ik dan nou mijn dochter zie, dan is dat, dan, dan is dat toch niet. En als je dan zo'n Gilles Thomas ziet en... en... Ja, dan, dan noemden we nu wel echt een extreem... Uh... Ja, maar ja, ja, ja. Als je het dan net over goed met ja. je kon kunnen gaan. Maar ja, maar, maar vroeger, eh, allez, vroeger, dus in, je, in je, de hoogtepunt van je carrière, blijkbaar konden u niet echt zenuwachtig maken of konden wel echt heel ja, goed met u ja, omgaan. Ja. Maar dat was misschien ook op dat niveau, dat, dat, dan ben je, ben je op dat niveau wel heel goed. Ja. Hè, op dat niveau dan. En dan, dan voelde ook dat je, dat je goed bent. Hè. Je hebt goede paarden en je rijdt op die moment. Je zit in een flow. routine. Ja. En als je als goed voelt en rijdt al jaren op een, op een goed niveau, dan, dan komt dat vertrouwen vanzelf. Hè. Ja. Denk ik. Dat dat daar wel een beetje mee te maken heeft. Ik vind ook wel, als ik u nu zo leer kennen, dat voelt ook wel als een deel als uw persoonlijkheid. Ik vind dat je heel uh, supernuchter in het leven staat. Hè? Als je dan kunt zeggen van, um, ik heb een keuze gemaakt, ik moet daar niet meer uh, over terug nadenken, ik heb die keuze gemaakt, dan is dat ook zo. Um, uh, net als een beetje als, uh, als Paul Hermans. Uh, niemand kon, kon echt... Paul Hermans kon het niet echt vastpakken en zeggen, hey, hier, hier is zangerzijde, oef. Iedereen knielt, maar. Nee, Paul was er rustig bij. Ik heb dat gevoel precies bij jou ook dat je een hele um, nuchtere, rustige mens bent die in zijn hoofd de zaakjes wel op orde heeft. Ook niet altijd. Nee? <laughs> ik heb niet altijd op orde, maar we doen ons best. Hè. Maar... Nee, goed, ja, we, weten, we weten wel een beetje wat we kunnen, denk ik, en, en wat we willen doen. En, en, en we proberen dat zo goed mogelijk te doen. Hè. Uh, Is het een familietreksje bijvoorbeeld? Nee. Mijn zo ja, mijn pa wel. Mijn pa is ook heel rustig. Maar mijn zussen zijn. Uh, daar zit daar Schrikker. zit wel meer pit in. Ja. <laughs> ja. Is, is ons ook verteld trouwens. <laughs> <Ja>. <laughs> um, we, we springen even eventjes, um, eventjes verder. Um, naar het paard Henry Z. Henri. Of noemde je hem? Heinrich, Marie, Marie ja. en Heraldic Landaris Furioso. Um, de wereldruiterspelen spelen in in Trajon. Hoe kondigen die zich aan? Met welke ambitie gaat de Nederlandse ploeg? En vooral wie zat er in de ploeg? Wie is wie is uw, uw coach of teammanager? Ja, dat was toen Bettina, hè? ja, Bettina Hoy. Dat was voor mij wel echt een heel een super periode. Ik kon echt heel goed met Bettina. Dat is een, een beetje een aparte. Als ze het niet voor jou heeft, is het moeilijk ik kon er super goed mee. Uh, ik, heb, ik heb dat wel echt. Ik had toen eigenlijk een beetje pech dat ik, dat ik een heel moeilijk paard had, maar ik heb er wel superveel van geleerd. Oh, ja. in, wat, in wat perspectief was ja, oh, die, dat die moeilijk? Die, die, die kon niet met een paard jongen. Ah, dat ja. was echt fenomenaal. Die kon jou dingen laten doen dat, dat je zelf dacht van wauw, wat heb ik nou? Kun de, kun... Ay, vooral dressuurmatig ja. dan. Hè. Zij, zij was echt heel goed in dressuur. Kun je daar nog ergens een, een, een idee of een voorbeeld van geven? Dat vind ik nu wel echt super interessant. Ja, Dat was, dat was een, een hit paard en die was snel afgeleid. En, en, en die, die, die wilde niet echt altijd meewerken. En, en wij hadden, ik moet zeggen, wij hadden die daar. Want dat, dat is echt voor een groot stuk dankzij haar. We hadden die daar in één keer op die dag dat moest gebeuren zo goed aan het lopen. Oh. Dat ik dacht: hoe kan het nou? Ay, ja fenomenaal eigenlijk ja dat zijn zo aparte momenten oké okay, dat paard dat, dat, dat was te moeilijk in de cross. en, en dat, dat, dat was geen paard om een WK uh, goed met te eindigen maar dat je dan de, die dressuur, de, de, hoe hoe dat zo'n amazone dat dan voorbereidt, dat was wel leerzaam dan, ay, dat is niet voor niks dat die, dat die zo bereikt zo'n ding ja. bereikt hebben hè. Ja, ja want even voor de Spring en dressuur, ja. uh, mensen. Wie is Bettina Hooy? Bettina die, die moest eigenlijk een keer, ik weet niet waar dat juist was, olympisch kampioen worden, maar die, die reed de laatste ronde. Dat is kei erg. Die reed Mis. na de bel, door de start, een volte. Oh nee. Prongelijk. Dus die werd geen olympisch kampioen. Door de geval. Zo goed was die. In, in haar uh, en ouderheid, ze al alleen dressuur. Ja. Maar die, die is van nationaliteit Duitse? Met die kennis. Uh, oh. Dat was voor mij wel een, een, een super leerzame periode. Mm. Ja. Wow. Ik ga hier eens heel even na hoe die vrouw gewonnen heeft. Ja, ja dat is indrukwekkend. Hallo. Um, Ringwood Kakatoo. Is eigenlijk, die naam ken ik, maar ik zal, ik zal het niet meer gelinkt hebben aan haar. Ringwood Kakatoo. Ja, uh, ik loop het hier even na. Maar van um, bon Roderberg, Fontainebleau, Boekelo twee keer met twee verschillende paarden. Nog eens Van bon Roderberg, Aachen, uh, Chatsworth, twee keer. Um, Burgy, nog eens Van bon Roderberg, Schenefeld. wereldruiter spelen in Aachen, uh, in Apselschwang. Uh, Europees kampioen in Burley met Watermill Stream. Hij is po. En ik, ik, nu ben ik al aan het overslaan, want anders duurt het te lang. Blarney, castle ja, Boekelo hij is niet normaal het kon op op iemanda niet op deze pagina op wat Sam heeft gewonnen. Aken was met team dan denk ik. Want won jong niet in Aken ook al toen al? Denk het wel? De eerste keer uh, Sam, Sam, denk ik. Ja sorry ook. als ik over Aken spreek was het gewoon de cross niet de de kampioenschap. De, de ja. De, ja. Nee nee deze is fenomenaal en, uh, en dat was gewoon ook echt veel kennis van paarden heel veel kennis. En dan van Andrew Hoy? of nee. Uh, dat was haar man. Dat was haar man. Dat was een Australiër of Nieuw-Zeeland? Ja, een ja. 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 We zijn niet meer samen. Nee. Ah, Oké. Okay. Maar, zou het die naam nog, ik weet niet waarom. Ja. Klinkt ook wel wat Duits. Maar <laughs> ik denk dat, dat, dat um, Harry uh, daar ook zijn. zijn dat jij er beste Nederlander was, denk ik, hè? In, uh, met uw dressuurproef. Ja, wij hadden, wij hadden een beetje. Uh, op zich hadden wij daar wel goede paarden, maar het waren allemaal zo einde carrière paarden. Dat was, dat was, uh, uh, maar goed, ja, we hadden niet anders. Uh, we moesten het met, met dat doen. Wie was toen allemaal in de club? Uh, Alice Naber en, en dan uh, Merel Blom. Die had eigenlijk een, een, een supergoed paard, maar dat was ook, ook zo einde carrière. Dan Renske Kroeze en, en ik en dan Theo van de Velde. Ken. Uh, dat is een amateur, maar die, jongen, die, die had toen echt een paard hij een superteam zo weten niet, mm. maar dat, dat kan wel dat je die niet kent. Mm. Maar, maar uh, ah, dat was, dat was een, moeilijk, een moeilijk jaar. Dat was eigenlijk zo. Uh, dat moest alles meezitten om, om mm. en dat was geen goed teken dat ik daar de beste Nederlander was, want <laughs> ik wist ook al wel dat dat pers van mij niet, mm. niet iets goed. Uh, mm. Allee dat was al knap dat we daar gewoon aan de meet kwamen en klaar. Mm. Soms is het ook gewoon zo hè? Ja, soms, ja, het, is, ja het is niet anders. Roei je met erin? En dat is, een beetje, dat, dat is natuurlijk een beetje na de meter. Uh, hè, dan beslis je op die moment van: oké, okay, we, gaan, we gaan nu wat het financiële. En dan zijn we, ben ik ook die weg een beetje ingeslagen. En ik denk om, om in de venting een, een topkampioenschap te rijden, moet je toch jaren al een, een goede combinatie zijn. Dan zie je ook al Michael Jong, die, die kopt dan een paard. Dat hij al wereldkampioen geworden is, of toch bijna. Of Europees okay. kampioen, die, die wat hem nauwelijks spelen gewonnen. Ah, ja, Chipmunk. Uh, chipman. Uh, die was al als, dat was een kampioenschapspaard al. Ja, ja, ah, okay. met uh, alle, de, de Duitse Amazone, zoon Krajewski, Julia. Ah, ja. Ah, ja. Dus die was super opgeleid al, maar dat heeft ook een paar jaar geduurd voordat het met hem heel ah, ja. goed ging. En dat was dan nadien, een, 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 ja, dat was dan niet zo gemakkelijk, ik had dan een jaar een paard en dan moest ik een kampioenschap rijden. Ja, dan kunnen we dat ook niet goed genoeg doen. Mm -hmm. Maar ja, goed, euh, ja, dat is een keuze die je maakt. Hè. Dan hebben we voor de, een beetje meer ze gaan, gaan opleiden van jonge springpaarden en die dan verkopen. En, en, mm -hmm. wat, wat eigenlijk wel een groot succes. Uh, is op sportief vlak niet nie met mij, maar dan nadien aye, veel goede paarden ja. verkocht. Ik vind het pas wel uh... ik vind het heel bijzonder. Ik heb er zo twee op mijn netvlies staan, uh, maar dan, dan ga je gaan zoeken en dan, wow, dan zijn er toch wel wat... Ja, dat is veel. Hè? Ja. Allee. Ik verschiet er zelf ook. Ik, ik vind percentage gezien is, is, uh, is, dat, is dat toch wel echt heel goed. Ja. Ja, dat vind ik ook. Als ik, ja, voor, echt, voor als een, ik dat mag zeggen... Voor, nee, voor een, voor een eventingruiter die dan wat jonge paarden opleidt, ja, ja, ja. dan moeten A, goede, goed kunnen opleiden, mm -hmm. en B, hoe komen die paarden terecht en hoe scha scha schatten jij die in? Heb jij die aangekocht ook. of heb jij die... Hè, want we zullen ze straks wel eens do doorlopen, maar hoe, hoe komen die bij u terecht? Is dat... Schatten mensen u dan als opleider goed in. En schatten jij dan die paarden meteen goed in? Van deze gaan we wel of geen werk insteken. Niet om, om altijd even dan... makkelijk, hè? want mensen brengen ook niet zomaar een goed paard. Hè? Meestal is er iets moeilijks aan ja. We moeten dat eerst omscholen om of, of eruit krijgen. Dat is wel iets dat ik hoor. Dat heel veel mensen, zeker in uw eventingcarrière, u heel veel moeilijke paarden hebben gebracht, ja. dat je eigenlijk geen, geen klassieke, als, ik, als dat bestaat, geen klassieke eventers hebt gereden. Nu, dit jaar. Ja. Dit. Oh ja, na 30 jaar studeren. Oh ja, nee. Ja, ja nee, maar dat, ja, buiten de meter dan. Hè. Dat ja. was, maar goed, ja, daar hebben we een beslissing genomen. Maar anders niet, en, en dat, is, dat is natuurlijk. Uh, um, soms kan, kan iets goeds ook je nadeel zijn. Hè. Ik, ik, ik heb veel geduld, heel veel geduld. En, en ik kan van een moeilijke, kan ik wel een makkelijke maken, meestal. Maar ja, dat is niet altijd voordeel. Want dan brengen ze alleen maar die De boeken. volgende, ja. ja. Dat, is, dat is een beetje. Maar, maar nee, die springpaarden is anders. Hè. Veel samen met andere mensen, bijna allemaal. Sommigen ja. gekocht. Een paar gekocht met vrienden samen. Maar als je het samen doet met andere mensen, wil dat zeggen dat je het zelf goed kunt inschatten? Dat je, dat je, dat je een jong paard kunt inschatten? Ja, dat, dat kan ik wel. Ja. Ik heb van alles wat ik al opgeleid heb, denk ik. Ene die heeft 1,45 gelopen, dan had ik, of, of misschien één keer 1,5, maar niet goed genoeg, had ik hoger ingeschat. Maar verder hebben ze toch allemaal, ook als ik dacht van het worden ze niet, dan worden ze het ook niet. Geef ons eens inzicht, waar, waar, waar ga je naar op zoek als je een jong paard bekijkt, of als mijn jong paard bij u komt? Wat... Ik ga erop zitten. Ik vind het moeilijk om in te schatten als je het bezig ziet. Dan ziet iedereen het natuurlijk. Ja. Er... Dan kan ik hem al niet, niet kopen of uh, bij mij krijgen. Ja. Is er een Raf Coremans-type springpaard? Ik heb ze ook liever makkelijker, maar ja. no, echt een type nu denk ik. Nee. Ik wil maar zeggen, qua model, je standaard verliefd op wordt, zodat je op de meter verliefd werd. Ja, ze moeten van de grond springen, denk ik. Maar ja. dat is voor iedereen zo. Ja, ja dat, is zo. Dat, is, dat is het belangrijkste. En dan, en dan uh, ik heb er ook een paar opgeleid die, die extreem scherp zijn en, en dat er eigenlijk als vijf-, zesjarigen misschien niet het laatste in hadden, maar, maar als je die dan altijd vertrouwen geeft en, en niet te gek mee doet, en, en die komen dan wel bij de juiste ruiter terecht, dan, dan groeit dat... Uh, ik heb er echt een paar die dan toch 160 60 gewonnen hebben. Uh, en die, als, als jong paard, niemand dacht dat die dat die daar gingen springen, omdat die waren extreem scherp, maar, maar gewoon... Dat vermogen was normaal. Ja. Wat zorgt ervoor dat jij dan niet zegt na een verloop van tijd: oei, um, zes jaar oud, um, anderhalf jaar, twee jaar opgeleid, heel scherp, niet laat ze erin. Jongens, het is het moment om uit te stappen. Hoe komt het dan toch dat jij dan toch volhoudt en die paar dan acht laat worden, waarna ze dan, dan bij de juiste persoon terechtkomt? Meestal verkoop ik op zeven. Oké. Okay, ja. Meestal wel. Ja. Nee, gevoel, hè, gevoel. Geloof, gevoel. Ja. ja. Want die paarden, die, dan, die, die extreem scherp zijn aan vijf en zes, dan heb je wel niet gauw het gevoel dat een er te breed is nee. of, dat, of dat te hoog is. Ah, nee. Ja, Kort soms gevoel. wel, maar dan moeten moet, we. Ik denk dat, dat mijn sterkte dan is dat ik ook geduld heb en, en dan rustig laten groeien en, en zeker dan niet te hoog gaan springen. De tijd geven en, en dan op een gegeven moment wordt die toch iets minder bang. Nee. En dan groeit er dat in en als je, dat dan, als je dan het geluk hebt en, en dat wordt verkocht en dat krijgt dan een ruiter die het daarmee mee kan wegrijden, ja, ja dan kan zo'n paard goed terechtkomen. Ah, dan, dan die... Want dat is wel een heel moeilijk evenwicht, hè. Met, met paarden, die ik denk dat veel mensen zich daarin kunnen uh, terugvinden, paarden die heel voorzichtig zijn en die om de een of andere reden lichamelijk uh, of mentaal dat niet verwerkt krijgen. Mm -hmm. Dat is dikwijls een combinatie van het twee. Yeah. Uh, om dan toch... Wat well, is het juiste om te doen? Dikwijls zijn ze geneigd... Of, of ik zit nu al in een fase... Als ze vijf, zes zijn, ze hebben, ze hebben eigenlijk veel kwaliteit. En je denkt... Um, we, we gaan toch maar afscheid nemen. Want waarschijnlijk zal dat toch niet goed komen. Je een ander mag dan het geluk hebben. Maar wanneer, waar ligt de grens van... We pakken toch de stap om hem, om hem zeven of acht te laten worden en hem nu nog twee jaar tijd en geld in te steken en, en wat, en wat in, risico, 20, en wat in 20 te bollen. En van, ik vraag me eigenlijk dikwijls af ja, hoe we die inschatting juist kunnen maken. Dat is... Maar je moet ook tussendoor wel een keer eens, eens een dikkere sprong springen. Hè? Nee. Maar ik doe dat dan thuis vooral. Uh... Maar ik wil dat dan zeggen dat je die zes jaar. Eén keer in de maand is, uh, is alles. Uh, nee, niet elke keer in de maand. 40 zetten, bij wijze van thuis? Nee, niet, niet elke ja. maand, maar, maar ik doe dat wel eens zo. Ja, ja. Voor te kijken hoe dat ze erop reageren. En ja. als je dan drie keer naar, naar dezelfde hindernis rijdt, of dat ze dan anders worden. En als ze dan iets. Dan, dan doe je weer een stapje terug. En, en... Ik vind nu wel een goede, interessante piste waar we op zitten. Um, als je er een lijn zou trekken, zouden uw zesjarigen of uw zevenjarigen. Um, altijd mee zijn met de groep of nee. vaak net eronder zitten? Sommigen ervoor en sommigen eronder. Ah, ja. u... Ik heb ook al zes gehad, die, die sprongen. Die, sprongen. Ik heb die, die zesjarige dat ik, zei tegen, dat ik net zei dat, dat eigenlijk tegenvallen was, die, die was, ik denk, op, op, en, en in Tantwerf was toen echt uh, veel strijd. Hè. Die, was, die was volgens mij derde op, op, op het provinciaal kampioenschap van de landelijke en, en dan, uh, ik denk, vierde of zo op nationaal kampioenschap. En dan, Schijf liep die ook de finale. Uh, maar dan had hij een tijdfoutje in de finale, denk ik. Ook nul. Hij topspringen als zesjarige. En dan denkt er zo'n paard, want hij had er heel veel in. en zo, Van, van goed, die, dat gaat hem ook worden. En, en ja, dat is dan eigenlijk de enige dat dan tegengevallen is. Die is dan gestopt op je. Maar goed, hij had ook niet de beste ruiter. Ja, en dan nog. Hè? Dan nog. Ja, ja het is de nog geen 45. Dan. Dat is ja. niet slecht. Maar. maar ja, als je al zoveel hebt, die, die en 60 springen, als je gehad hebt, ja. dan, dan is dat dan de minste van de groep, zogezegd. De, de, welk paard is de beste, beste springpaard waar je hebt opgezeten en je zegt van wauw, dat is wel. Het meeste ding. vermogen, denk ik, nou, nou die Kendra Brinkcompreet, in time. In time. Denk ik, het meeste vermogen. Dit was al zesjarige. Ik weet nog, voordat ik naar Stefan reed, had ik thuis al. Hè, want ze moeten toch wel een keer naar, naar een dikke hindernis durven lopen. Thuis is een keer gesprongen en die, die wandelde over een 60 toen al. Al zesjarige? Al zesjarige. Daar heb ik een filmpje van, ja, dat, dat ga ik niet wissen. Dat, dat die thuis gewoon. Die, die liep daar naartoe en die sprong elke keer opnieuw. Maar dat paard had een beetje een moeilijk lichaam. Mijn kinderen doen dat fenomenaal nou. Die, die rijdt er echt. Uh heel goed mee. Ja, want ja, dat is nog niet eenvoudig, hè? dat is duur. Nee, nee, dat is nog, dat is nog moeilijk, hè? dat paard, de moeilijke lichaam, maar, maar zij, ja, dat is een aparte. Nee. Nee. Maar qua vermogen, die denk ik. Ja. Maar dan, dan heb je er heel veel die, die, die zo lichtvoetig zijn, die er dan toch eigenlijk... Ja, want er is wel een tijd geweest, nu dat we toch in dat uh, stuk Raph zitten, er is wel een tijd geweest, en dat zal vandaag misschien nog zijn, maar dat staat mij voor, weet ik veel, vier, vijf jaar geleden, oh, was dat toch... Bij wijze van spreken, om de maand of om de twee maanden, eh, Raf Koremans zijn pu -pum -pum, in time naar Stefan Raf Koremans zijn ja. pu -pum -pum, naar naar Filipaars. Uh, ik dacht, maar uh, dat gaat er wel in gang. Huh? Dat is die ja. periode, en nu is dat stilgevallen een beetje. Nu is uh, een nieuwe lichting aan het. Op... Nee, ja, ja ook, ook een beetje met het met, nou, laatste jaar met de spelen. Dan, dan uh, na ja, de sorry. corona is het ook iets moeilijker geworden. Ja. En, en ik moet, uh, ik, heb, ik heb de laatste jaren, uh, moet ik zeggen, te weinig, uh, ik ben te weinig op de wedstrijden geweest. Te weinig gezocht. Ja. Ah, ja. Want heb je al die paarden uit het LRV-circuit gehaald? Nee. Ah, nee. Dat is, dat is ik, heel moeilijk voor mij. Ze verkopen echt liever. Ik, ik ken een paard, daar vroegen ze mij meer voor dan aan, aan Stefan. Hm. Dan denk oh ja. je, al, hé, kom dan? Nou? Waarom is dat nou? En waarom is dat? Ja, waarom is dat? Ik weet het ook niet. Omdat ze toch graag hebben dat, dat, dat ze kunnen zeggen: denk ik van we hebben een Stefx verkocht of zo, ik weet het niet. Hmm. Ja. Nee, maar... ik doe veel, ik doe veel ik, of in het verleden, hè, nu, nu, nu te weinig denk ik, want, want ja, ik zit met minder goede paarden. Ik heb nu weer wel een paar goede vierjarigen, maar zo met Egbert Schep of met, met Hans Dings of, of zo. Oh ja. Uh, dat we dan half-half deden en, en dan Och. en zo heb ik wel veel goeie gehad. Ik zag Car Car Carmijn ES, nee hoe noemt ze het al? Die Vigo? figo. Ja. Dat is mijn Egbert dan samen. Dat is dan. mijn hm. Ja. Ivory zag ik staan. Ja. Ivory TCS. Die was extreem scherp en dat dacht ik altijd. Misschien niet het laatste in. Maar ja, die is dan. Daniel Coyle nu naar Tangle NASA. Kool. Ja. Ah, ja. Er... Ja, ik, ook niet, ik had ook niet op de... dat hij deze weg had gevolgd. En dat vind ik dan interessant, want ik ben, ik ben een klein beetje te veel een puzzelaar op een paard. En, en, en die hier, die, 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 die rijdt er dan... Ja. En dat paard, dat, dat kreeg vermogen, dat was echt... Ai, dat, 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 hè, dus hij is anders opgeleid dan dat die mens nu rijdt. Ai, to, hij ja, heeft hem nou ja. verkocht, maar... Dat zo'n paard dat toch weer meeneemt. Dat vind ik dan wel interessant. Ja. Dat je in een ander systeem een paard even, even veel kunt hmm. laten verbeteren en doen. Dat, eh. dat paard misschien meer past in het systeem van... Laat ze maar, laat ze maar wat daar of lopen. Aanvallender, of of aanvallender. Ik vind dat wel mooi om, om dan te volgen. Zo. Hmm. Denk je dan ook... Ah, met dat type paard moet ik misschien ook meer zo proberen rijden? Nee, ik... nee want ik geloof wel, ik geloof wel dat... dat omdat ik met dat paard rustig aangedaan heb en, en, en hem veel vertrouwen gegeven heb, en altijd in de rust. En, en dat je dat vertrouwen zo gekregen heeft. Ja. En, en dat hij dat dan op een, op een andere manier nog verbetert. En zo'n paard was ook mee van jou, ja. als je die... ah, ja, oké. Okay. Hm. Ja. Ja, ja. Daar spreken we toch al over. Hè. In Time, Ivory, dat zijn toch wel. Ja, ja en het gaat verder, vijf hè? Star, vijf star Grand Prix. Ga ja. verder. Ja, um, de lijst is wel. Uh, kan linken van het Cook. Ah ja, serieus? Dat wist ik niet. Oh, dat is een... een... Heb je dat ooit, ge... hoe had hij ingeschat? Ja, dat is ook dat is, dat is wel een beetje een vervelend verhaal. <laughs> ja. Dat ze niet gaan het liefst hebben, Allee. Sorry. <laughs> Nee, nee, dat paard, dat, dat was... Ik zag dat springen op, op de SBB en, en dat was fenomenaal, maar die kreeg de bel. Twee weken achter, achter elkaar. En die was drachtig. Dus ik zeg toen tegen André. Ik zeg, uh, en en mijn, mijn kamerad, dat is, dat is een. Uh, uh, die heeft de slagerij. En de zoon van een André heeft dat ook, maar dan aan de zee ergens. Van uh, Braakmans. Hmm? Braakvel. Dus, ja. die, die, die kennen elkaar van op de, op de bijeenkomst van de, van de slagers. Dus via. Inkomsten want... hey, aan de slagen. Ja, 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 moet ik zo denken aan de kampioenen en aan zo. Het ja Hij is nou niet een Balthasar, maar goed. <laughs> um, dus zo, zo was ik dan in contact gekomen met André, want dat was niet zo heel makkelijk om daar zaken mee te doen. En dan, ik zeg: André, die tunder, die tunder, die tunder. Maar hij wilde die niet brengen of ik moest twee anderen ook nog rijden van hem. Nee, Dat is wel waar, want ik vond inderdaad twee andere van sorfies in de <laughs> lijst aan. <laughs> dus uh, ja, goed. Ik was zo slot van die Thunner, ik, ik, ik dacht, dat paard moet ik hebben, dat moet ik bij mij hebben, dat, dat kan niet anders. Dus ik rijd dat paard. Wat uh, was uit het? Uit de stop was het de 6. Endrachtig. Endrachtig. Ik die uit de stop, dan moest die rem, die moest uh, dat vulke krijgen, komt terug na veel gedoe. Um, dat paard dat begint echt fenomenaal te springen maar pff, afdruk uh, dus ik bel naar de stefan ik zeg uh, oh, ik heb ik heb echt uh, een, een lekker paard denk ik, voor de handel en dan is dat via de stefan dan verkocht uh, ja maar je werd wel overtuigd van de kwaliteit ja, ja. fenomenaal fenomenaal maar dat was zo'n paard, als dat dan nog denk, een half jaar langer bij zo'n zo meisje dan is het helemaal voorbij. En nou wint die, wint die grote prijzen. Ja, het is ongelooflijk. hè? Ik vind dat echt. Uh, oh, ja. vind en en op op, op zijn zes zat hij nog in de stop met een vullen, hè? Dus, dus dat is, dat is super snel gegaan voor dat paard. Ja. Supersnel gegaan. Dan moet je buiten gewoon getalenteerd zijn hè? Ja. als paard. Ja. Als het zo snel kan gaan. Oh. Ja, maar afdruk. Want hij had ook niet. Dat je nou denkt, als je daarop zit, van, oh, ik kan hier over een haas springen. Dat gevoel gaf die ook niet, maar die had zo'n afdruk en... En, en mentaliteit. Die, die, en die konden voorspringen. Hè. Ja. Ja. je eens aan het kijken naar die resultaten, Poah. Dat is niet normaal, hè. Ja. Het is dus ook niet dat die alle weken springt, hè. Nee, het er toch vaak bij, inderdaad. Ja. Ja, ja, veel, veel, uh, ja... Ik vind dat echt een van de meest onderschatte paarden. Omdat die nooit in Europa is dat wij dat zo vertoogd Ja, die, ja. die, 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 die is dan een beetje verloren. Dankzij Clip maar Hars kunnen dat nog wat volgen. Maar. Ja, en ja, ook nou omdat ze wel, heeft hij vorig jaar niet drie, vijf naar Prix ja, gewonnen ja, of zo? Ja, ja. ja, ja. Kierkei, Altijd ja. daar in, in Thermal. In thermal won ze een. Ja. In Wellington ook wel eens zeker. In Williamsburg won ze vorig jaar ene. Um, ze won San Juan Capistrano. dat was Nations Cup. We zitten wel in hetzelfde jaar. Ja, die tummelen we... vijfster grote prijs. Ja. En dat is het einde van. Ja, ja maar in, in, in elk geval. Ja. Ja, vorig jaar was een abnormaal jaar voor die Mary. De Ruiter heeft natuurlijk nu wel wat aan bekendheid gewonnen. Dus misschien <laughs> ja. komt er wel. Uh, komt ze dus nu weer wat ja, meer wel... naar voren. Nee? nee? Ja. ja. Hij heeft dan ook een paar, uh, nog een paar goeie. Nee. Ja, maar ja, dat is alleen maar beter voor, ja. voor de Mary ook, hè? Ja. Ja. Nee? Ja. Ja, 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 want hij moest veel doen. Mooi. Ja. En we dachten altijd dat de Ruiter. Men heeft nu toch ook wel respect. Ja, ja, we hadden respect gewonnen, denk ja, ik, hè? Ja. Bij, de... ja. nee, bij het grote publiek. Ja, enorm. Uh, Wie hebben we hier nog staan? En die merrie ja. was, was er moeilijk te rijden. Die, die, kon niet, die kon niet eigenlijk netjes daar lopen. Moet dus je naar model hebben? zien? Een beetje dat model ook, een beetje het ja, toenermodel, de ruggerske zo. Dat ja. Dat was eigenlijk, maar die was wel in de mond zacht ja. He, die, 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 die was niet nageeflijk, maar je komt wel terug vooruit je moest niet ja. een strafverbittering doen je kon er gewoon netjes, hey. snap je wat ik bedoel? Ja. Ja. ja, dus een zachte mond, kon niet nagefelijk. Ja. maar, maar ja. kon wel simpel houden, je komt terug en vooruit ja. Meer moet het, ja. maar die kon, niet, die kon niet als je nou netjes wil werken een en eens een beetje schouder binnenwaarts wil doen of, 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 of zwijken dat, dat kon die niet Jij met je dressuurachtergrond. Vanuit, vanuit de eventing en um, vanuit een gedegen opleiding, kon je daar dan overheen zetten? Dat dat dan niet kon? Ja, dat is moeilijk. Hè. Dat, 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 dat is moeilijk. Hè. Maar, maar ja, dat, is, dat, dat dan zo goed springt. Dat, vergeet, ja, vergeet vergeet je door, dat dan vergeef dat dat wel. Maar, ja. Ik heb nou ook een, 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 ook, een, ook een supergoed paard. Maar mijn dochter traint hem thuis bijna altijd. Ik, ik wil er zenuwachtig van. Ik kan niet. Ik wil altijd maar een beetje in de krol rijden. En, en, een beetje ouderwets nog, maar... En, en, en zij laat die maar een beetje rondlopen en huppelen en dan, dan is dat paard het gelukkigst. Ja. En jij kunt je eigen daar niet overzetten, wil ik niet zeggen. Ja, ah. overzetten, dat is een beetje erover zetten. Hè. Ja, als dat moet, kan ik dat wel, maar... Liever niet. Dat, dat, dan als je keuze ik... hebt. Dan vind ik het rijden minder leuk. Ik ja. Ja, 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 ja. En ik rijd die op wedstrijd wel, hè. Want eigenlijk is dat ook juist, ik zou juist denken: iemand gelijk als je dat wel boeiend vindt, dat je, dat je zo'n paard ook op die manier kunt, kunt opleiden. Zonder ja, maar dat ik, ben, per se ik ben een veel een puzzelaar, die, die, die wil toch in, een beetje naar zijn systeem ze krijgen, zo, ja. denk ik. Dus wat is het systeem raf Koremans? Graag, ja. Ja, een beetje dressuurmatig zo. En voor in de ring nu, ik, als ik nul rijd heb ik ook dikwijls een tijdfout. Zeker op dat 1,45-niveau. Uh, ik, ik ben te veel bezig met dat. Ah ja. Snap Oké. Okay. Ik moet meer. En krijg je dat niet. Ja, dat krijg je eruit, maar dat, is, dat is moeilijk. Hè? Ja, misschien op 47 jaar leeftijd ook al mo moeilijker dan op Dat weet ik niet. 37. Nee, 37, maar he? weet je wat, wat ding is? Ik rijd, als ik nou 20 per koers rijd, zijn er 15 met vier- of vijfjarige paarden. Mm -hmm. En, en dan nog een paar en dertig. En dan is er eentje. Dat ritme is ook niet zo makkelijk. Ja, dus je, je zit meer in het ritme van. van bij van, een netjes bij een sprong te krijgen. en, en zorgen dat die, dat die hm. rustig. Ai, in die rust springt daar vooral mee bezig. Hm. En, en ik denk dat die combinatie dan moeilijker is. Wat moet een vijf jaar kunnen bij u? Niet zoveel. Door de jaren heen ben ik er zelfs. Uh, nog meer achter gekomen dat hij niet zo heel veel moet doen. Hmm. Geef daar eens inzicht in, ik vind je dat interessant? Wat... Hoe... Hoeveel parcoursen. Dat verschilt van het een tot zegt. <laughs> echt... En ik, ik begrijp dat ook, hè? Want iedereen die paard rijdt, geeft mij ook dat antwoord. Dat verschilt, maar ik, zou dat, ik zou dat... Dat vind dat wel interessant. Ik zal dat zo. niet leiden tot nee, nee, maar ik vind dat, ik zou... ik vind dat voor een luisteraar-kijker, vind ik dat wel eens interessant om naar een keer inzicht in te krijgen in cijfers. Maar we hebben nu, we hebben nou een, een, een echt een, een brave vijfjarige die, die netjes springt. En die heeft als vierjarige niks gedaan. En nu als vijfjarige... ik weet niet hoeveel. Omdat je als vierjarige wist dat je makkelijk en braaf was. Nee, ja, goed. Ja. Laatst al mak gemaakt. Uh, nee, okay. uh, ik weet niet waarom door omstandigheden. Uh, omdat de tijd er dan ontbreekt en is van zelf en, en dan denkt we dat komt wel. En dan hebben we die najaarsaddle mak gemaakt en, en dan voelden van van, oké, okay, je doet alles makkelijk. En dan denk je, ja, moet ik daar nou uh, ergens rondje 90 mee gaan springen? Dat kan ik dan thuis ook wel oefenen. En dan eigenlijk de eerste keer dat je daarmee op een ander komt, springt je gewoon braaf rond. Omdat je thuis al veel, ja. veel geoefend hebt. Maar je hebt er ook anderen hè, die... Ja, die, die veel meer. Die moeten wel elke, elke week springen, hebben bij wel spreken. Ik had een super interessant gesprek in Lanaken met Bert Prouvé, die daar ook over bezig was over hoe weinig een gemiddeld tot bovengemiddeld getalenteerd jong paard eigenlijk moet springen. En eigenlijk dus een, een niet-getalenteerd moet dat eigenlijk ook niet doen, in theorie. Um, maar hij zei ja, ik denk toch dat we echt niet beseffen dat we op jonge leeftijd te veel doen en daardoor het op... Laatleeftijd al um, betalen. Pjewel, ook niet altijd. Er zijn ook paarden die dat gewoon aankunnen, kunnen, denk ik. Ja, ja. maar hij, hij, hij had het over um, hoe weinig dat een, een jong paard, een, een vier- of vijfjarig paard eigenlijk maar moet doen om gewoon mee te zijn. In ja, de, dat is weer wat anders. In de flow. Ja, ja sorry, misschien heb uh, ik zijn. mij verkeerd uit. Ja. Maar ik ben er ook zeker van dat een paard op een, op een uh, totaal diervriendelijke manier. Uh, wel kunt leren springen. En dat je een paard kunt echt kunt veranderen in zijn manier. Ja, in zijn manier van springen. Ja, ja, ben er... Ik heb dat nu zelf heel toevallig de laatste weken nog gezien. Uh, uh, een, een vier jaar van mij, een beetje hetzelfde wat jij zegt. Dus vorig jaar was al mak gemaakt en zo. Maar ook niet echt naar gekeken. Oké, okay, die was heel braaf. Sprongske, mooie merry, gezonde goed. Maar voor nu te kijken, hè, we gaan de winter in. Uh, is het waard om hé, heel de winter door te doen en, en, en vijf jaar te laten worden. Dus toch nog eens uh, twee, drie weken binnengepakt en alle weken is twee, drie keer laten vrijspringen gewoon. Maar laag, niet veel. Maar hoe dat, dat paard nu na vijf, zes keer te springen, zonder, zonder iets te doen, hè, zonder, uh, hoe dat, dat paard veranderd is in springen... Hoe hij nu in het begin liep, die iets moeilijk rond was, hij was zoekerig Maar nu jongen, die pakt zo goed aan, die, die, die manier, zelfs die schouder is verbeterd. Van gewoon, ja. is een keer met wat voeten springen, is een keer wat te spelen. Die is zo veranderd, op vijf, zes keer springen. Zonder iets te doen buiten, een beetje nu verstand te gebruiken. Dat ik daar weer van onder de indruk was. Hoe dat een paard, um, als je er wel over nadenkt, eigenlijk toch kan leren springen. Na de eerste keer dacht ik, pff, nee, geen zadel op weg. Van de winter even in een veiling opkuisen. En nu, de laatste keer dacht ik bij het, het kan toch, ik wil maar zeggen, hoe een paard... Je nee. kunt leren. Of, of ja, hoe je samen ook, kunt wel, ja. leren. Als je, als je een, een klein dingetje ziet in een paard dat goed is. Ja. En, en je kunt daar rondwerken en dat wil dan meewerken, dat paard. Ja. He, sommigen werken ook niet mee. Dan, 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 houden, we het dan houden we het op. Ja. He. Maar als ze dan mee willen werken dan ja, geloof in een paard is ook... Zoals je gewoon maar gezegd, een goede dingen dingetje zien en daar rondwerken. Ja. Ja. Maar dat, dat is een beetje wel. wat je moet, moet kunnen doen met jongen. Als je dat niet nee, nee. Als geduld niet, niet hebt ja. en je en, en wilt dan ook. dan kan je veel paarden missen. Hè? Ja. Ay, die die weggaan en waar nooit iets van komt dat toch een goed paard had kunnen worden. Hm. Ja, als, als, uh... ja, het is interessant dat je zegt want dat ze zowel een paard missen voor jezelf, maar iemand anders er wel werk in steekt, of dat je um, een goed paard. Dus dan is het teken laat verloren gaan. Ja, dat is, ja. dat is, dat is, dat is zonde. Dat is echt de grootste ah, ja. zonde van allemaal. Ja. Natuurlijk Hoe? mogen we niet te lang, eh, financieel gezien, niet te lang met een paard blijven hey, hoop koesteren. Als het... maar, maar zolang dat er, dat er stappen zijn, dan, dan is dat toch de moeite. Zolang ja. er stappen zijn. Dat klopt ook. Ja, ja dat, dat is het. Hè. Zolang het blijft. Ja. Dat het niet meer Ja, of, of, het, of als je nou twee maanden hetzelfde hebt, ja, dan, dan is het toch dikwijls gevaarlijk. Ah, ja. Ja. En als dat van jezelf is, is dat niet zo moeilijk, dan, dan neem je afscheid, maar als dat dan... Ja, dat zeggen wij dan weer, omdat wij... Van iemand anders. ...weten hebben, is, wat dat... Het is, dat, is dat niet altijd makkelijk hè, om dat te, te, te vertellen. Ja. Maar hm. ja, het is wel uw, uw mening, hè, in principe. Als... Ja, ja, tuurlijk, maar, maar goed, een fokker is toch altijd... Uh, die die ja, ja. is er niet altijd mee gediend en je wilt dat die mensen misschien nog eens terugkomen en, je, en je nee, dan... nee 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 ik, ik zeg dat altijd wel, maar dat wordt niet altijd in dank afgenomen dat, dat je dat zegt hm. van het verhaal is eindig of alleen om je moet er niet blijven in ja dat is ook gewoon mm. zo hè. ja 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 het zijn niet allemaal ancient ook, uh... ook bij de mensen dus ja. ja is zo Chance. Om, ja mij um, nog eens even nog een paard uh, Iemand dat iedereen gaat kennen, Kiana van Daniel Deusser? Um, okay. Je zei wel, allee, mag ik dat zeggen? Um, Je gaat dat snel kunnen inschatten. Er is wel een, 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 een duidelijke stroom van uw paarden naar uh, SteffX. Ja, ik kan goed met Stefan en, en, en uh, hij vertrouwt mij. En, en, ja, goed. ja. Dat, dat gaat goed. Maar ik vraag, me, hoe is dat tot stand gekomen? Omdat er een goed paard is of hoe, hoe komt zoiets tot stand? Goh, de eerste was wel de moeilijkste om te verkopen. Ja. ja. Ik weet niet, uh, daar hebben we het eigenlijk nadien nooit meer over gehad. Maar, maar Stefan had dan van iemand die kende mij niet, maar die had dan horen zeggen, daar dat koormans, we uh, uh, moeten mee oppassen. Ja. En, dan, en dan dat paar sprong goed en dan dacht hij toch dat ik dat, dat ik dat toch te goed voorbereid had. <laughs> Um, ik zeg ja, dat, 100% niet dat paard is lekker mis. Um, maar goed, ja, dat lukt Dat, dat, dat paard viel dan mee waarschijnlijk. En, en, en uh, ik denk zelfs dat ik me, dat ik me drie weken bij mijn op proef heb laten staan. En, en dat was zoals dat, dat was, was mis. Uh, en, en eigenlijk nadien is dat altijd goed gegaan. Ja. Het is natuurlijk wel een, een, een fijne situatie, de moment dat er iemand vertrouwen heeft in. Um, ja, een... maar ik ben, ik ben altijd al eerlijk naar hem. Ja, ja, ja. En, en, ja. Ja. Dan, dan, dan komt dat vertrouwen vanzelf. Ja. Heb je niet zoveel handel gedaan de laatste jaren? Omdat je een handelaar bent? Maar ik heb niet wel? veel handel gedaan, hè? Maar, maar... Goeie handel. Ja, ik, ik heb het geluk gehad dat ik, uh, dat, dat ik best veel goede paarden heb gehad. Ja, ah, maar dan wil ik vragen: heb je handel gedaan omdat jij een goede verkoper zij, we hebben de handel gedaan, omdat je goede paarden had. Goede paarden. Ik ben ja. echt geen goede verkoper. Oh, nee. Dat is een, dat is een minpuntje. <laughs> okay. Nee, ja, dat, dat, dat weet ik van mezelf en, en, en uh, ja, dat is eigenlijk mooi gezegd. Een, een, een goed paard verkopen is niet zo moeilijk, Je ja. moet ze natuurlijk goed tot, ja, ja. tot hun recht uh, laten komen. Dus je zijn een betere ruiter dan, dan je een verkoper zijn. Ja, 100%. 100%. Ja. Okay. Ik heb moeite om iets te verkopen. Waar ging je achter staan. Ja. Hm, dat geloof ik. En, en dan ja. Dan zijn ik geen rasverkoper. Nee. nee. Aken <laughs> okay. ja. nee. gaan kijken dit jaar, jij Nations Cup. Nee, want nee. dat was de week voor de speel, denk ik niet. Of twee weken. Ja. Nee, dat was een beetje voor de speel. Nee, dat... nee, nee omdat Opalin, is hij ook nog een van u? Uw... Ik ben wel naar, naar uh, Sterfex Masters, ja. de landenwedstrijd gaan zien. Daar liepen dan eigenlijk twee mee, maar, maar Opalin is dan teruggetrokken. Ah, die, die ja. is dan niet gestart. Hè. In time en Opalin. Ja. ja. Maar zoals Aken, dubbel nul. En dat is Nations Cup op Opalin. En dat is ook wel. Aken niet, Wel ja ah, die nul daar in Nations ja dat zal niet veel eigenlijk. Uh, ja apart hè en en opa Lin, die, die, die kwam ook als zesjarige bij mij liep een tien reed een goede ruiter mee van landelijke maar, maar die kreeg ze dan toch niet ja die jongen had te weinig tijd om er elke dag mee te rijden en die, die kreeg die dan resu niet, niet voor van elkaar en, en ik probeerde probeer dat paard en ik dacht ah, er zit toch iets in die sprong niet spectaculair hè. gewoon altijd maar altijd wel hetzelfde en, en dan we beginnen werken, werken. En, en maar jij probeerde niet om niet te kopen zelf? Nee, nee, oh, okay. nee, nee, die mensen wilden het niet verkopen. Nee. Maar die, die, de, de vorige ruiter, die, die, ja, die jongen had veel te weinig tijd om te trainen. En, en, en die zei, ik, 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 krijg niet, ik krijg het er niet uit. Het lukt me niet. En dan heb ik gewerkt en gedaan en gepuzzeld en gepuzzeld. En, en op een half jaar tijd zaten we in het set en, en verkochten we. A ja. hm. ah, in het zet, een T30. Top. Ja? Dus dat is natuurlijk een beetje, een beetje die, 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 dat blijven ze hebben, hè. De, de moeilijke mond. Ja. Ze dat hebben als jong paard dat blijven ze, Ja, je kunt dat goed sleutelen. Maar ja. we zijn weer Etoulen. Of... Ja. ja. Ik zei tegen de Stefan na, na de, uh, de dingen, de, de grote prijsreeds Dat had ze eenvoud, in fout. Ja, ja, ja. En, en dat, ja, ik denk dat hem net daar even te sterk was. Ja. Ik zeg, maar ja, ik zeg, dit is ook zo sterk hè, voor, voor uh, Petronella. Hij zegt: Ja, maar als je vijf sterren wilt rijden, moet je maar vijf sterren. <laughs> <laughs> Dan moeten je moet niet zeggen pasties. dat ze sterk zijn. Ja, ja. Ja. <laughs> maar, maar top, knap. Ja, ik weet nog dat hij tegen mij, wat zijn we al? We waren in Rome, denk ik, en we zaten in een taxi. Dan zei hij tegen mij: Ik heb mijn god voldoende me... dat is dat bloed, joh. super <laughs> Super, krak van de pijn Is ja. dit bloed? Nee, maar, ah, nee, ja, nee ja. maar dat was toeromzet. Dus. Ah ja, zo. Krak van de paard. Dat was dan uh, Opaline. Ja. Weet ik nog. Ah, wel mooi, hè? de eerste keer met proberen lukte het eigenlijk niet. Hij die, uh, toen, toen ging het eigenlijk mis. En, en dat is dat vertrouwen dan. Ik zeg, ze vond het echt een goed paard. Je moet een uh, kans geven. En dan teruggeprobeerd. Uh... Ja, eigenlijk op, op jouw woord. Voor een stuk wel, ja. Hm. Hij toch terug een, terug een kans gegeven. Ah, ja. Knappen. Ja. ja, dat is leuk. Jawel, dat is leuk jawel. werken dan. Ja. Absoluut. Je spreekt over Aken en je bent niet naar de Nations Cup in Aken gaan kijken, omdat dat net voor de, uh, voor de Spelen viel. Um, ik heb dat eigenlijk niet zo geregistreerd, maar als je nu dat gaat opzoeken, ja, dat is eigenlijk ongelooflijk wat je in de laatste 7, 8, 9 maanden hebt uitgestoken. Uh, door, uh, we spreken nu net over al die, al die springpaarden, dan heb je nog eens. Blijkbaar ongelooflijk toegelicht op een, op een eventingpaard. in paard. Radar Love, geweldige naam. W hoe komt zo'n verhaal nog eens tot stand? Waar, waar ligt de basis oh, van? Dat was, dat was uh, de, de Amazone die te mij rijdt. Nou, terug dan. Uh, die volgde springles bij mij. Die mensen wonen, die wonen echt op twee uur van, van bij ons. Maar goed. Uh, er is een klik tussen ons en, en, en uh, dat, dat gaat goed. Wie zijn die mensen als ik mag vragen? Uh, ja, Van Hout noemen die. Maar die wonen, die wonen in Nederland. Um, en, en zij rijdt Jongrijder. Hij is Jongrijster. Um, en die had dat vorige zomer al gevraagd. En, en ik zeg: tegen die mama. Ik zeg: Nee, dat is het paard van de dochter. Dat mogen we niet doen. Uh, dat wil ik niet. Ik zeg: dat, dat moet, dat moet de Sterren mee rijden. En dan was dat. Ik denk in, in het najaar ergens, vrij, op een vrijdag was ze naar Asten gekomen. Daar, daar doe ik regelmatig zo'n oefenjumping. En, en ze kregen hem ze kregen niet goed gereden in 20 Ik zeg: doe even stappen, uh, ik ben dadelijk klaar. Mag ik er dan eens een rondje mee springen? Ik had nog nooit op dat paard gezeten. Zo. Dus ik, ik rij er een rondje in 30 mee en echt, ik dacht: wow, dit heb ik in een event nog nooit gevoeld. Die kwaliteit. Uh, wow. Dat is paard. En toen kwam die. Ik had, niks ik, had, ik had niks gezegd van ik wil, ik wil nou wel rijden. Uh, maar die mama die, die kwam terug met dat voorstel. En ik zeg tegen, tegen mijn vrouw, ik zeg, schat, ik ga het doen. Wat was het voorstel? Om, om, om dat paard te proberen naar de Limp te brengen. Echt met die woorden. Kom ik ja. mensen naar u. Ja. Dat paard. En we spreken welke welk tijdsbestek, uit welk moment in het jaar. November, denk ik. 23? Ja. Dus acht maanden voor de Spelen. Ja. En op wat niveau staat dat paard dan? Ja, dat meisje, dat, rijders, wat niveau is dat? Drie ster. Oké. Okay. Drie ster. Uh, een beetje een, een, een het paard. Maar ja, goed. Ja. Vooral in dressuur, maar dat, dat kan ik dan wel managen, denk ik altijd. Um, maar ja, dan heb ik, heb ik in die acht maanden heb ik twee keer een hernia gehad. De eerste keer was het niet zo heel erg. Dat was dan van de winter december, januari. Dus dan moest ik nog niet zo heel fanatiek trainen. Maar de tweede keer was, was, mijn, was de laatste wedstrijd, de, de selectiewedstrijd. Dus ik, ik moest die rijden, ik kon niet anders. Ik kon niet met de fiets de cross rijden van de pijn. Maar ja, ik moest die cross rijden. Dat ging niet anders. Oh, ik, heb, ik heb wel. Hè. Wel afgezien. Allee. Pfff. Maar dat, dat is het allerbeste paard dat ik ooit heb gezien. In de venting, hè. Fenomenaal. Ja, als je dat paard een paar jaar rijdt, dan, dan, dan... Doe je dan wel mee voor de medailles? Voor de medailles misschien niet, want er zijn echt wel gewoon nog betere ruiters. Ja, maar dan, maar is... dan heb je wel een paard dat je top 8 kunt rijden. Dat moet je met alle respect, hè. Maar dat, dat vind ik dan raar. Ik, ik, ik weet ook hoe dat jij rijdt en... Ik, zie, of ik heb een event om de Olympische Spelen weer te proberen volgen. Als jij dan zegt, dat is zo'n goed zo paard in die categorie, ja, ik vind nu toch ook in, in die categorie uh, zeker geen okay, dressuur, dat vind ik heel moeilijk in te schatten, dat is weer wat anders. Crossen, ja, in mijn beleving, als je een goed springparcours kunt rijden, dat je dat kunt, dan denk ik toch ook dat je binnen tijd kunt crossen en foutloos kunt crossen met zo'n paard. En het springen kunnen jij toch, vind ik, als een van de betere wat ik daar gezien heb, dan, kun jij nog... Ay, dan moet je toch kunnen meedoen voor zo. de medailles. is? Ja, nee, nee ja, ik, ik snap wel wat je bedoelt, maar. maar uh, ik vraag me dan echt dat af. Moet, dat moeten we wel toeleggen op die eventing. En ah, dan ja. moeten eigenlijk wel meerdere paarden hebben om dat niveau. Ja. Nu, had ik, nu had ik op een half jaar tijd had, heb ik superveel crossen gereden. Dan geraakte ik in, in dat ritme. Ah, ja. Maar die eerste crossen vond ik het weer hoog staan. En, en, en dan vond ik toch ah, weer ja. dat we snel moesten rijden. En, en dat moet ook ingroeien. En, en dat moet dan toch. Uh, een, een, een soort vertrouwen kweken en, en dingen. En, en dan moeten we daar echt weer op toe gaan leggen. Uh, maar dat, dat, is, dat, is een, oh, dat, dat was zo'n leuk paard. O en daarom heb ik het ook gedaan, omdat dat paard dat gaf zo'n lekker gevoel. Mm Hoe -hmm. zeker waren dat dat paard die stap ging kunnen zetten? Drie naar vier ter Is dat, is dat veel? Is dat niet veel? Uh, 100% zeker. Ja, punt. Mm. Ja. Want, dat wil zeggen dat. Um, in november moet dat paard nog op uw naam gezet worden voor de Olympische. Ja, nee, die, die ah, nee, was die al het Nederlands eigenaar. Was Nederlandse ja. eigenaar. Um, dus dat is geen probleem. En dan beginnen we eraan. Ik heb het hier inderdaad eens nagekeken. 1, 2, 3, 4, 5. Dat paard heeft dit jaar zes crossen gelopen. Plus de spelen. Ja, sorry, inclusief de spelen. Allee, althans, internationale crossen, ik zal het zo zeggen. Nee, toch? Um, Madrid, Matado, Duque. Portugal. Ja. Kronenberg, Burnham, Stregom en de Spelen. Of... Big Toll ook, maar Big Toll ah. was een accident gebeurd. En, en die is eigenlijk. Het, uh, ze hebben die uitslag niet meegeteld. Ah, okay. ja. Maar die dat die gereden hadden, die, die kwalificatie telt wel. Dat ja. was nog even heel spannend, want, want uh, ik kwam door de finish, dan gebeurde dat accident daar. Op dezelfde moment. We, we, ja. En, en uh, ja, dan, ja, dan is het gedaan natuurlijk. En dan rij je naar huis en, en dan hoor je Sander nachts... Dat die wedstrijd niet meetelt. Maar ja, dat was, ik, dan was ik echt. Dan was het allemaal voor niks geweest. Zoals huh. dus ik dacht. Oh, ma, ma, want je vertel dat... eens: voor niks geweest. Wa, wa, wat moest jij. Ja, ik moest voor de FII, omdat ik de laatste jaren nummer veel gekrost heb. Moest ik voor de FII. Ze hebben nou een nieuwe regel sinds dit jaar: dat je de laatste jaren moet je zoveel wedstrijden gereden hebben. voordat je met een nieuw paard terug op het niveau mag starten. Dus ik moest terug laag starten ja. in de drie ster. En dan moet je daar je kwalificeren elke keer. Dat moet allemaal van een eerste keer lukken, natuurlijk. Ik had, maar één, ik had elke keer maar één kans. Dat was wel een heftig jaar. Oh, ja. Ja, ja. Maar is alleen in een eventing zo? Dat denk ik, ja, ja, dat is, ja. Dat is nou een regel in de eventing. Op zich is dat niet zo verkeerd. Alleen ga je dan ook weer mensen natuurlijk. Is dat voor de veiligheid. Pff, ja, ik vind dat... dat zou je in een paar, in de jumping ook moeten doen, trouwens. Maar dat is een ander verhaal. Ja. Maar respect, mensen. Tegen de commerce. Hè? Ah ja, ja, maar ja, maar ja. Het gaat over dierenwelzijn en hun wil zijn soms. Ja, maar. maar dat, ja, ja, misschien wel, ja. Ja, allee. Ja. Maar in de jumping kunnen we nou nog niet zo. ga daar geen, geen gekke accidenten mee maken, normaal. Ja. Maar, allee, dat is een, een andere discussie. Ik vind, ik, ik zou daar persoonlijk. Nee, daar valt dat iets van vinden, te zeggen. maar ik ja, vind het absoluut een, een goede regel. Maar ja, dan, dan krijg je wel wat wij nou dit jaar gedaan hebben, dat je op een half jaar tijd heel veel gaat ga rijden. En ja. is dat dan ook ja, weer... Ja, maar dat is... Ay, daar is ook opmerking. weer iets van te zeggen. Ja, ja. ja. He, want wij hebben nou een, 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 een... Want je moet ook na elke cross zoveel weken, mag je dan weer niet crossen. Ja, ja. Dat is ook een, een regel. Dus wij moesten echt een, een plan een uitstippelen. Oké. Okay. Dus dat paard mag ook niet ziek worden of geblesseerd nee, nee, worden? Nee, niks. Of, of een keer of, of hey, In de cross uitschuiven, kan ook allemaal. ja. En dan in februari, want toen kwam, wij kwamen er eigenlijk pas in februari achter dat, dat die nieuwe regel er was. Dus, dus uh, ik, belde, ik belde naar de eigenares, ik zeg Janine, ik zeg we gaan het niet doen, we stoppen ermee. Ho, ho. Maar dat is, een, dat is een super enthousiaste vrouw. Als, als die hier nou bij zit dan, dan, dan worden we allemaal ineens vrolijk zo. Ja. Dus dan zeg ik jawel, we moeten het doen en weet je wat, schrijft de win in Madrid, uh, ik rijd mee. Ik, ik ga terug, we waren op, op pony jumping. En, en ik had net van tevoren de, tegen een steward gezegd, die, die doet ook zo'n nationaal, maar die doe ook vijf sterren steward. Uh, ik had gezegd, ik, ik doe niet meer mee, ik stop mee uh, eventing. Dus ik ga terug naar mijn vrouw, ik zeg, schat, ik heb met Janine beslist, we gaan toch doen. We, we gaan binnen twee weken gaan naar Madrid. Oh, echt? Zei ze? Ik zeg, ja, we gaan ervoor. Ik zeg, we gaan ervoor. Ja, maar ben je zeker, ik zeg, ja, we gaan ervoor. Dus eigenlijk in februari hebben we pas beslist dat we er echt voor gingen. En dan, en dan uh, reed ik best goed in Madrid en, en dan later Portugal. En dan zie ik deze steward een keer. Hij zegt: Wat ben jij nou voor janne? <laughs> Hij zegt tegen mij: zeg Dat je stopt en dan zie ik niet als dat je, dat je in Madrid rijdt. Dus, uh, ja. Plus, dan zei uh, Wouter de kleine gisteren tegen mij, waarmee ik gesproken had. Zij was in het voorjaar, dan gingen we samen eten, uh, Raf en ik en met de gezinnen. En dan bleek dat hetzelfde weekend van Parijs, of, of, of het weekend daarna of zo, hetzelfde weekend. het Europees kampioenschap was. Waar hetzelfde weekend. Hetzelfde weekend, hè, uh, al waar uw dochter uh, hoogstwaarschijnlijk of, of ambitie zat om daar deel te nemen. En dat dat ook al zoiets was van, shit, moet ik dat dan missen? Dat is ook wel een reden dat ik, dat ik stop met vending. Moet ik eerlijk, eerlijk zeggen, dat, dat wilde niet, ik wil dat niet meer meemaken. Uh, ik ben altijd bij mijn dochter bij met, met, met de jumpings en dan moet dat kind op de twaalf jaar helemaal alleen naar een EK. Ja, met de mama, maar de mama is, is, is in alles fenomenaal behalve in het balk leggen en dan, dan heeft ze te veel stress en daar, daar is de kennis dan ook net niet, niet voldoende voor. Maar, maar goh, dat, dat wil ik niet meer meemaken. Van ja? Vandaar op afstand te moeten blijven. Hebben onderweg, we komen er dadelijk toe, maar hebben onderweg in, da, in dat traject eh, in Portugal eh, winden, um, Kronenberg, ja, ik hoop dat je de, de crossmelons kunt meer open, want die kende blijkbaar van buiten, want Kronenberg was ook goed. Hebben onderweg ergens nog eens een moment van twijfel gehad? Of heeft dat paard ja. elke keer bevestigd? Elke keer. Wow. Elke keer beter. Want op een gegeven moment, Nederland mag een ploeg sturen naar de Spelen, daar zijn eigenlijk vier, ja, en je mocht er drie in de ploeg hebben en, en een reserve. Dus daar is eigenlijk al een ploeg zich aan het vormen. En dan komt daar eigenlijk nog een vreemde eend een beetje... Uh... Ja, vreemde eend niet. Ze kennen nee, mij nee. natuurlijk. Hè, ja, maar, maar wel maar, als maar combinatie. Ik... Ja, ja. Want ja dat je... is niet leuk voor, voor, voor anderen. Hè. Dat, 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 ook je bondscoach. Dat zet ik ook wel. Je weet ook niet wie, wie dat hem nee, in de schaal maar krijgt. Andrew, Andrew kent mij natuurlijk en hij kent dat paard ook wel. Uh, ja. ja. Die stond er ook wel enorm achter van proberen het omdat het zo'n goed paard is. Um, het, het moeilijke aan zo'n verhaal is in de venting, dat is iets anders in de jumping. Wij kunnen natuurlijk wij kunnen dat niet nabootsen op training. Hè? Een, 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 een cross, en mm -hmm. als je er zoveel op een half jaar moet rijden, kan je ook niet een trainingscross doen. Mm -hmm. Dus je wil, je wil ook hè, met wacht naar later toe wil je dingen uitproberen. Maar eigenlijk heb je weinig kansen om uit te proberen, want je moet ook elke keer goed presteren. He, is een, een ander bit of dit, of, dat is moeilijk en dat was wel een, een serieuze puzzel. Geen, ja, je hebt geen kans tot fine-tunen. Nee. Ja, om eens nee. rustig een fout te laten gebeuren in ja, ervan te Ja, er mogen ja. geen fouten gebeuren over heel het jaar. Ja. En dat, 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 dat is moeilijk, hè. Dat, dat was wel... Uh... Ja. Karin Donkers zat in die stoel en heeft ons warm gemaakt voor de eventing. Ik heb ganse eventing gezien althans de cross en de jumping dressuur kan ik Muller moeilijker voor, voor motiveren. Het was wel fenomenaal. Ik heb mezelf voor het hoofd geslagen dat ik daar niet was. Ja. Maar ik hoorde dan wel zeggen van een Karin en van Michael Jong en zo dat dat wel ook het dat ze hun dat ook nog nooit hadden meegemaakt. Oké. Okay. Dus dit was nou wel echt. En nou, dat, dat was het ook erg, te verwachten he. natuurlijk. Hè. Frankrijk is echt een eventingland. Ja. De accommodatie daar was, was echt fenomenaal. Hè. Die, 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 dat park daar, dat is, dat is fantastisch. En dan natuurlijk hè, België, Nederland, Duitsland, Engeland, dat er ook allemaal bij kort bij. Dat was wel te verwachten. Mm -hmm. Maar het was het publiek, was echt Machtig. Ja, het was machtig. Over dat ponton galopperen. Ja. Alleen al. Ja, ja, aan beeld. Zot. En zo die mensen van echt vanaf van dat je op het voorterrein al waard En, en dan moesten we naar, naar de start. En... Zot. Van genoten? Ja. Het uh, was op het randje van te stressig voor ons. Met de EK van mijn dochter erbij. Ja, ja. En die, die deed het dan ook heel goed. En, en dan ging ze nog uh, ineens een medaille halen. En, en dan... Die, die, al die belevingen door elkaar was... was Misschien te veel om er echt van te genieten. Ook omdat, omdat je met een onervaren combinatie zit, zelf. Want hoe moeilijk is dat? Moeilijk dan, is dat wat een ja? gekke situatie. Toch? Is dat dan ook de verklaring van de, van de emotie die we zagen na de rit? Ja, en, 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 ja, ja, zeker. En, en de pijn die ik gehad heb ter weg naartoe. Uh, het, was, het was al. Een, Letterlijk, de pijn. Ja, het was een lastig jaar. Dat eigenlijk fenomenaal goed was. Hè? Ah, ik bedoel, ja, ja, nee, nee. Uh, als je naar de Spelen kunt en de dochter naar een EK, dan, dat is dat is geweldig. Maar uh, tussen, die, tussen die wedstrijd dat ik weg moest, moest ik dan weer mijn dochter weg. En, en, dat is misschien ook mijn geluk geweest dat mijn paard elke keer weer een paar dagen rust kreeg. Ja. Dat ik niet kon sleutelen thuis. Uh, dan, dan kreeg je. Ja. Ja, ja. Um, uh, dressuur kan ik niet inschatten. Waren tevreden met uw dressuur? Ja, ja, dat was ja. Met dat paard, dat was fenomenaal. Ja. Dat was echt de beste proef dat dat paard ooit uh, gelopen heeft. Oh, wat stonden na een dressuur? <tus> Tussen 10 en 15? Nee, ik denk uh, 16, 17. Dat uh -huh. oh, ja. Ja. Maar met dat paard, dat was, dat, was, dat, was, dat was top. Dat was de, de beste proef dat ik, dat ik al gereden had en, en, en goed. Uh, ook daar weer. Hè. Je voelde dat het beter en beter en beter. En, 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 ja. Wouter zei dat je recent nog uh, lessen had gekregen van uh, Engels-instructeurs uh, yeah. of zo. Wie, wie, en dat dat u in een dressuur echt nog stappen heeft laten zetten. Ja, in het begin was ik er niet gek van, want dat waren maar een paar lessen. Dat was met team, hè, waar, ik denk vier keer of zo, dat we daar lessen van gaat hebben. Van wie? Ian Wood. Wood. Hij traint de Engelse ploeg ook. Um, maar, maar goed, geprobeerd probeert dan toch dingen uit. Maar dat was moeilijk, hè, want ik zat, al, ik zat al een paar maanden thuis een beetje te proberen met dat paard, op mijn manier dan. En dan, en dan moest ik weer te, die manier veranderen, maar ik had niet veel tijd. Een beetje veranderen, niet zo heel veel. Maar dan, dan de tweede keer had ik, echt, oh, had ik echt een klik met die mens. En... Goh, ook weer hetzelfde als met Bettina, dan, dan leren van zo'n mensen weer zo, zoveel nieuwe dingen. Kleine dingen, dat zijn maar heel kleine dingen, maar het is zo'n verschil. Alleen, ja, hij mocht dan ons niet helpen op, op de spelen, dat ja. was zo vervelend. In Woodhead. Ja. ja, dat was dan uh, spijtig, maar, maar uh, wel, wel leuk. En ik stuurde altijd video's naar, naar hem van training en zo, en dan hielpen we hem ook wel een beetje in de voorbereiding. Ja. Zo op die manier. Ja, leuk. Ja, mooi. Um, de cross. Dan heb ik nu wel een vraag. Ik heb gans die cross gezien. Um, ik, vond, ik vond het niet altijd even goed in beeld gebracht qua um, graphics en wie staat waar. Ik vond het moeilijk om te uh, volgen. Maar ik vond het wel echt waanzinnig mooi om te zien. Dat publiek doet er natuurlijk ook heel veel toe. Kun je mij nu eens uitleggen? Wat was nu de moeilijkheid in die cross? Waar lagen nu. De, de moeilijke punten, wat maakt die cross uitdagend? Um, omdat, als niet-kenner, als je die cross kijkt, dan denkt hij: ja, het enige dat hier misgaat, is dat ze te laat binnenkomen. Dat was een beetje, men? dat was ook een beetje de bedoeling, denk ik. Dat, dat, het, mocht, het moest nou wel echt een beetje cross zijn. En ze hebben daar, denk ik, uiteindelijk is de top drie, denk ik, de beste drie geworden. Misschien, misschien dat er eens iemand uh, gevallen is of iets of, of pech gehad heeft. Maar, maar dat, wa, dat was een, een terechte top drie. Maar ze hebben wel die, die, dat was niet de dikste cross die we in ons leven al gereden hebben. Ja. En ik denk dat dat bewust is. Om, de sport moet een beetje meegaan ja. in, in, uh, in, de, in de tijd ook, vind ik. Ja. Ja. Uh, ze moeten het dan maar in de dressuur en, en, de, en het springparcours. Uh, Wat ik begrijp, het enige is, je haalt de essentie wel een beetje uit. Ik begrijp het, hè? Ja, Want het ge, het, het natuurlijk... zal moeten of het zal gedaan zijn, een keer. Hè? En da daar ben ik dan ook wel, uh, ja, dus begrijp dat begrijp da ik Daar al. hebben ze geen keuze in. En ja. het, was ook niet, het, was, het was ook niet zo gemakkelijk, maar je zit, nee. je zit met, met natuurlijk, ik weet niet hoeveel, 60 doen er mee of zo, denk ja. ik. Je zit met, met 40 of, of 45 gewoon hele goede combinaties. Ja. En dan heb je nog een stuk of tien die, die misschien minder... Maar die moeten ook rondkomen. Ja, ja. En dat was nou wel gelukt, denk ik. Dat, dat eigenlijk iedereen wel naar de finish kon rijden. Ja. Was het binnen de verwachting dat die Japanners dat zo goed gingen doen? Ja. Oh, Oké. Okay. Ja, echt uh, veel geïnvesteerd. Uh -huh. okay. En ook al veel jaren... Jawel, jawel. jawel. Ja, Oké. Okay. Ja. Dat was zo uh, een Ineens waren die van... Nee, het, ja, nee. Ja, ja, dat, die... dat is geen event in land. Maar goed, die hebben wel, wel echt geïnvesteerd en... en ja, toch wel een paar goede ruiters. Ja. Jawel, jawel, dat ja. vond ik wel. En die Kazuma Tomoto, ken je hem nog van bij Steffex? Nee. Die gaat die precies geen neus heeft? Ja, die ken ik, hè. Ja, ja, ja. Reed die mee? Ja, 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 ja. Och, Met de ploeg, ja. Kazuma Tomoto, ja. ja maar... ik heb even bij Steffex gezeten, ja. 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 Um, en dan, waar tevreden vinden over je cross... Ik uh, ga het heel kort vertellen. Dressuur en cross, zeer tevreden. En springen was een hele grote teleurstelling voor ja. mijzelf. Wat, wat, wat ging er mis? Dat is moeilijk te zeggen. Ik, ik denk uiteindelijk, de, de, de snelle conclusie is dat we uh, te weinig, te kort een team waren om die zekerheid te hebben. Hij, hij sprong eigenlijk... Uh, we hebben dan zes uh, kwalificatiewedstrijden sprong zes keer echt fenomenaal goed. Uh, ineens na 4 vier. Wacht, kon je, ik hem niet meer de baas. Pak nog niks mee, dus je ge, vertrekt richting het water, denk ik. Ja, je vertrekt 1-2 in een rechte lijn, Oxer stijl. Ja. en dan kom je terug over naar okser en dan een trippelbar, en dan moest je ja. een drie sprong. Uh -huh. En dat was. Dat was uh, uh, zeven volgen of acht wachten. Maar, maar ik, ik weet van dat paard dat hij hem, dat hem in, de, in de jumping niet de grootste gelopen heeft. Dus ik, ik, ik had gekozen om acht te wachten. En in één keer, vliegt hij er doorheen. Door, door mijn bit, eigenlijk. En ik, vanaf daar had ik geen, geen stuurnummer. En ik weet niet hoe dat het komt. Maar het zal een reden hebben. Maar... Ja. Ja, maar die ze heel snel even naar zijn... Uh... Dan zijn resultaten, en hij heeft eigenlijk maar één keer een springfout gemaakt ja. in, in al die wedstrijden. Ja. Eén springfout. Ja. ja. Dus dan gaat het er eigenlijk vanuit dat je daar nul springt. En, en dat je in de tweede ronde ook nog eens nul springt. En dat je dan. ja dat ga Dat je eigenlijk uh, top 10 gaat rijden. Ja, nee, nee. Ja, dat klinkt stom. Maar, maar daar gaat het dan wel. Ja. Welke dag was het dan, uw springdag? Welke dag was dat op het Europees kampioenschap Pony's? Nee, dat was voorbij. Ah, dat was al gedaan. Ja. Ah, Oké. Okay. Ik wil ja. zeggen, we hadden 100% focus. Hè. Ja, want, want de, de finale was dan... De, de gekker kan het niet zijn. Hè. Dus de, de moment dat ik moest starten in de cross, moest zij de eerste ronde in de finale rijden. Hm. Die moment, net als ik... Ay, samen binnen. Gekker kun je het toen niet voorstellen. Hè. Maar ik had echt tegen, tegen iedereen gezegd, ja. jullie mogen niet kijken naar Lot. ik wil het niet weten, ik wil, ik wil niet weten dat het goed is, ik wil niet weten dat het slecht is. Okay. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb de laatste 25 minuten van mijn, van mijn inrijden, heb ik ook daar niet meer aan gedacht. Oh ja. Dat is knap omdat je dan toch zo in die focus zit. Ja, zelf. Je, en, en je, zeggen, je moet dat man. ook loslaten. Dat, op die moment heb je ook niks meer in handen. Hè. Je, je hebt, je hebt uh, elke avond belden wij wel, met uh, I belde ik met de mensen die, die Lieslot om daar begeleiden. Maar op die moment kun je toch niks meer doen en dan hebben we dus dat was nou niet, niet de reden. Maar. Ja. Wie, en ja, zeg maar. wie begeleid, uh, Wie heeft haar begeleid daar dan? Uh, de bondscoach van de ponies, Mans Buurman. Ja. En dan uh, Koen Leemans, dat, dat is eigenlijk, die is al, daar ben ik al mee bevriend van de pony-tijd. Mm -hmm. En, uh, kijk, Koen, Koen komt ook uit de ponyperiode met zijn zoon, met Sibe mm -hmm. um, En dan. En dan uh, dus Wat een joggie trouwens. Die mm. ook, ja ja, met Nederland, Ja, fenomenaal hè. Ja. Maar die, die, uh, dus die weet ook nog hoe dat, dat ponycircuit in elkaar zit, die afstanden en al die dingen. En, en dan uh, hebben, wij, hebben wij eigenlijk, uh, voor het geval dat het zo ging zijn, hebben wij ook de, de laatste landenwedstrijden, als hun er dan ook waren, heeft hij al mee op voortrein gestaan hmm. voor een beetje te kijken hmm. uh, hoe dat het dan met Lieslot hmm. in zijn werk gaat. Ja. En dat voor haar ook wat vertrouwder. Ja, maar, maar we hadden, we hadden eigenlijk van, vanaf januari, vanaf dat ik met Wouter geleden was. <laughs> Uh, vanaf januari uh, al tegen Lieslott gezegd dat de kans groot was dat ze zonder papa naar de TK. Dat ze dat al wist. Mm. Uh. Mm. Kan zo maar eens zijn dat ze daar binnen tien jaar naar terugkijkt en denkt: oh, dat was eigenlijk wel een goede les voor mij. Kan ook hè? Ja, maar zij is sowieso van heel... yeah. het, is het, het moment dat hij in die focus. Oh, ja. Eigenlijk, ja, dat is wel sterk hè, dat je dat als twaalfjarige in één keer zonder papa. Yeah. Want dat is eigenlijk ook nog niet vernoemd geweest. Het resultaat van Lieslott. Op het Europese kampioenschap. Is beter. Van, als dat van haar vader? Ja, dat was van ja, ja. Zo niet, maar ja. Nee, nee. Dat ja, oh, is wel knap. Dus, en op die moment, want, want dat zijn momenten, dat maakt dat eigenlijk maar één... Ja, als je het meemaakt, één keer in een leven ah, ja, mee, ja, ja. en dan ben ik dan niet bij. En dat, 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 dat is pijnlijk, hè. Ja, dat geloof ik wel. Dat is pijnlijk, hè. Dat geloof ik wel. Is het, ja, er we daar daar niet overwogen om... Konden kon de, de transfer.? Nee dat, dat, nee, nee, dat ging niet meer. ging ik kon toch Stefan zijn helikopter eens vragen? Ja, dat had ik kunnen doen. <laughs> ja. Nee? ja, dat had ik kunnen doen. Maar ja, ik misschien. Juist op tijd geweest. Mijn, tweede, mijn volgende paard, dat kan hem verkopen. Ja. <laughs> veel minder gekregen oh, dan ja. Ja. ja Dat er misschien nog voor overgaat. Ja. Nee? Ja. Ja. Want, dat vind ik wel, dat is wel een, heel apart, een heel apart verhaal. Hè? Dat je het spelen en ja. dat... Ja, ja, dat is pijnlijk. Ja. Dat is wel pijnlijk. Ai, ja, het, is, het is vindt men maar, al uitgedraaid voor haar. Ai. Maar misschien, eh, ook, ook voor uw kant uit, binnen, binnen tien jaar uh, heeft ze er nog, we uh, weten niet, maar ja, dat weet kampioenschappen. Nee, dat zijn ja. dat ze nooit nog een kampioenschap Nee, klopt. Achteraf gezien is dit, is dit, was dit ja. het allerbeste. Mm -hmm. Maar we hebben dan nog wel even getwijfeld, want ineens uh, je had het straks over Nini. Uh, ineens heeft ze die van papa afgepakt en, en dan ging ze schilderen rijden maar, maar dat team van de schilderen was eigenlijk al een beetje samengesteld voor Nederland eigenlijk, want dat was een week vroeger hadden we beter al, al daar vroeger aan gedacht en dat ze met schilderen meer nou niet, want nou heeft ze medaille dat, 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 dat maak je ay, dat, is, dat is heel speciaal yeah. maar dan hadden we eigenlijk beter voor de schilderen gekozen dan mm -hmm. hadden we al die zo, so, al die commotie al die, die, die ellen, stress gehad yeah. yeah. ah ja yeah, ja yeah. Aan ja, dus. andere, andere datum willen zeggen. Ja. ja, dat was een week vroeger. Hè. Ja. Dat was eigenlijk beter gedaan. Maar goed, achter, ja, nou niet. Hè, want, ja. Ik wil nog even terugkomen naar, naar dan Parijs. Want um, het is ook, denk ik, de dag van de jumping. Denk ik dat dat nieuws naar buiten komt? Denk ik toch? Dat je er over nadenkt of quasi zegt: ik hou er mee op met die nee, vijfde? Nee, ik was oh. zeker. Hè. Dat, was al, dat zat in mijn hoofd. Ook vooraf al. Ja. Hmm. Ja. Dat wist ik al als ik met deze begon, oh ja. begin van het jaar al. Dit is de laatste. Ja. Okay. Maar je moet dat niet van tevoren zeggen, want dan gaat iedereen die vraag nee. stellen en, en, dan, en dan ben je weer daarmee bezig. En, en... Ik heb er ook geen seconde bij nagedacht: van deze mijn laatste eventingwedstrijd. Ja, en nee. En nu, hoe kijkt u nu terug op uw eventingcarrière? Ja, ik vind dat nog altijd iets superleuk, hè Dat staat buiten kijf, maar ik, heb, ik, heb dan, ik probeer me nou dan, uh, ik begeleid dan Wouter, de neef van, van, uh, van Louis, en, en ik, 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 ik probeer dan daar die passie te behouden in zo'n zo jongens. Ja. Dat vind ik, dan, dat vind ik ook superleuk. Maar, maar de combinatie was gewoon moeilijk en, en, en ja... Kijk, als je dan alleen paarden hebt, zoals Nou Redeluif, dan, dan ja, ja. is dat nog een ander verhaal. Ja, daar geloof ik. Dan, dan is die opoffering minder, minder, uh, minder groot, of dan is dat geen opoffering zelfs. Maar nee, het is, het is goed zo. ja ik kom weer bij het begin, als ik een beslissing neem, dan, ja. dan heb ik datzelfde spijt van. Um, wist, u, wist u een botscoach dat je dan. Van Plamart van te stoppen? Of echt niet? Ja, nou, ik heb dat met hem wel over... Ja, wel, ik, 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 had, ik had met hem wel, wel een heel. Ik heb eigenlijk altijd wel met mijn bondscoaches een open band. Ja. Op dat gebied ben ik, ik... ben redelijk stil, maar op dat gebied ben ik wel echt een open boek, zo. Ja. Rechtuit? Ja, ik zeg wat ik denk en... en ja. Ja. Hm. ja. Um, ik zou nog één ding willen, willen te weten komen. We hebben het gehad over uw opleiding van uw jonge paarden. En, en heel veel mensen waar we over mee hebben gesproken. spreken ook over uw. Um, ja, je gaat dan zeggen, het is niet waar. maar talent of kunde om een paard op te leiden. Hoe zou je zelf uw systeem omschrijven? Waar, waar hecht je in, uh, in paardrijden en heel veel belang aan? Waar hamert je op? Of legt je de nadruk bij? Bij je dochter bijvoorbeeld. Wat vind je belangrijk? Goh, wat vind ik belangrijk? rust Rust, ontspanning. Denk ik, geduld Fins. en kwaliteit. Het, is, het, het gaat ook niet meer zonder kwaliteit. Je kunt, uh... Je kunt uh, Harry Smolders op PNN uh, zetten dat er drie afstand, die gaat, die gaat er ook geen wereldkampioen mee worden, meestal. Hmm. Ai. Je moet toch. We weten al drie wat dat betekent, maar kunnen we eens... wat, wat, wat valt er onder de noemer kwaliteit voor u? Wat is kwaliteit? Nul willen springen. Is dat is al een grote kwaliteit, denk ik. Dat, is nou, dat heeft niks met jumping te maken. Hè, maar, maar die, die Ridder Luif uh, in Engeland, een keer, ik, ik dacht, ik heb de moeilijkste combinaties gehad. Uh, ik was een beetje al aan het genieten. En dan de voorlaatste was ook een combinatie. Maar ik, ik had eigenlijk niet de moeilijkheid ervan ingezien. En die stond eigenlijk al met zijn schouders naast de vlag. Om ernaast te lopen. Acht van de tien paarden loopt ernaast. En die sprong tussen de vlag. En datzelfde, hè, die, wil, die wil die cross nul beëindigen. En, en dat is mijn springpaard ook, toch? Hm. Ze willen nul springen of ze, of ze willen het niet. Hè. Ja. Vind ik, hè? Ja, 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 nee, volkomen, volkomen. En dan, als ze dan nog vermogen hebben. En... Ja. Dat is makkelijk. Maar, maar ontspanning is, is een heel belangrijk punt voor u. Ja, maar dat is, ook, dat is mijn job ook, hè, ja. natuurlijk. Uh, Daar moet ik veel belang aan hechten als, als opleider, denk ik. Om, om, om de mensen later het iets makkelijker te krijgen. Ja. En soms lukt het niet. Hè. Ik, ik heb ook al paarden gehad die, die dat ik niet klaar krijg. Uh, dat is niet leuk, maar ja. Ik heb er nog weinig gehad die dat ik niet klaar kreeg en dat een ander wel klaar kreeg. Ja, ik begrijp u. Ja. Oh, ja. Dus dat, dat is niet om. Uh, ja, 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 want ja. Ik, ik vind dat dan altijd erg. En, en, maar, maar goed, soms wil het gewoon ook niet lukken. Ja. En natuurlijk ja. lukt, lukt soms bij een ander dat wel. Als dat bij mij niet lukt, dan heb je altijd, dat heeft iedereen. Hoor. Ja, en dat lukt dan niet mentaal of fysiek bij dat paard? Wil het dan niet lukken? En dan ja. Het ook gewoon, ja, of ja. het is gewoon geen, geen topsportpaard. Ja, dat ja, kan ja. ook. Ja, 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 ja. ja dus, dus, je hebt ook voetballers die heel goed kunnen voetballen, maar niet, niet, toch niet de topsport bereiken. Dat ja. hebben we en met paarden ook. Ja. Wat is vanaf nu, 1 oktober, het is al, we zijn al een beetje verder aan de Olympische Spelen, maar wat zijn, wat zijn de doelstellingen nog in de, in de komende jaren voor u nu dat de eventing eigenlijk definitief is afgesloten? Ik ga terug meer toeleggen op, op jonge paardopleidingen. Um, een stuk voor de handel en, en, en een stuk voor mensen-eigenaren. En dan ook een stuk al wel beginnen opleiden voor mijn dochter, natuurlijk. Ja. Want, ja. Die absolute oh. ambitie heeft om. Ja, die is wel heel fanatiek. Die is echt wel. top uh, te willen worden. Ja. Ja, die mm -hmm. praat niet over dressuur of cross. Mm -hmm. uh, die is wel echt springruiter. Mm -hmm. En, die, die, en jij, jij wilt daarin meegaan? Je voelt je goed in de springwereld? Jij wilt, ja, ja uh... ik voel me daar heel goed in. Mm -hmm. Dat is echt... Uh... Oké, okay, wij zitten nu in, in, in een leuk circuit natuurlijk. Die jeugdconcoursen, dat is gezellig. Hè? De, de papa's en de mama's die kunnen koffie drinken en, en s'avonds gaan eten. En, en die kinderen moeten de sport beoefenen. Maar... Thans, dat is ook een wereld waar het was Als de selecties moeten gemaakt worden... Is, ah ja, natuurlijk. Maar, maar ik, ja, ik heb het ervaring al geleerd van daar niet te veel van wakker te liggen. Mm -hmm. ja. Wat mensen zeggen over jou, dat, dat moet moeten niet... En mm. ja, we hebben nou het geluk dit jaar dat we, dat we er altijd bij zijn. Mm -hmm. uh, dat is natuurlijk anders als je net eraf valt of net niet. Ja. Ai, als je denkt, ik ben erbij en, ja, ja. en je valt er net af, dan is dat niet dat is leuk. Dan is teleurstelling. Ja. Dan is dat een teleurstelling. Maar ik denk... Um, Zowel in België als in Nederland, dat met die ponies, als je goed genoeg bent, dat je er altijd bij bent. Mm -hmm. En als je er niet bij bent. Want de kans dat, dat er zes goed. waardige EK-gangers zijn, is klein hè, in, in, in onze landen. Mm -hmm. ja. Klopt. Zo. En anders is het zo. Ja. Ja. Ik moet wel zeggen, je zegt van ik ga op zoek naar rust en naar ontspanning. Ik heb ook wel, we zitten nu twee uur en een half bezig, denk ik. Ja, ik ben ook echt. Rustig. Kijk, rustig uh, rondom u. Aanslag 52. Ja, uh, ik kan me inbeelden dat, dat ook uw, uw dochter, uh, denk ik, weet het niet, onder uw begeleiding relatief rustig kan, kan zijn. Ja, die, is, dat... die is nog rustiger dan ik. Ah, mooi. Hij ja, is. hyper actief naast het rijden. Maar, maar ik, ik denk niet dat hij stress kent, ik weet het niet. Ja. Dat is heel raar. Maar misschien komt het nog, hè? Ja. Dat maar 12, kan het. Ja. Maar ik heb ook nooit... Als hij nou slecht rijdt... Natuurlijk geef ik die wel eens op de flikker. Uh, maar, maar als wij dan in de vrachtwagen zitten, dan hebben we er nooit meer over. Het is ook niet dat dat kind bang moet zijn dat ze, dat ze iets fout doet. snapte? Wouter zei tegen mij dat je heel... Als hij euforisch is, dat jij direct... Ja. Poetjes op de grond. En als hij down is, dat jij dan loutert en, en, en dat je altijd ergens in het midden zit. Ja, dat is een beetje mijn leven zo. Mm -hmm. <laughs> ja. zit ook aan de natslag op de spelen. Zeg <laughs> <laughs> Zegt nog eens uw statistiek? Ah, je een oh, opzet, oh, man. Uh, want... Ja, dat vind ik wel een goede. Dat vind ik echt een goede. Daar zijn we nu al twee uur over bezig. Ja? Over ja. Ik zou niet weten waarover, maar, okay. maar goed. Je dan op? Ik heb gezien dat jij ergens bovenaan staat. Van 2010 tot 2024. Het gaat over die periode. Over de laatste 14 jaar, wat daar de, de data van beschikbaar is. Um, noem de drie ruiters die het meest in de top 5 hebben gestaan, drie Nederlandse ruiters die het meest in de top 5 hebben gestaan, van vier en vijf sterren crossen. Welke drie ruiters zijn dat? Merel Blom, Tim Lips. Is dat al goed? Ik ga nog niet reageren. Ja. Uh, waarschijnlijk zal ik het dan zijn, maar, maar ik denk het niet. Maar goed, omdat je dat daar ja. straks zei. Maar. Dus Merel Blom uh, wordt, staat 23 keer in de top 5 van een 4- of 5-sterren eventing. Um, Tim Lips heeft dat 14 keer gedaan en Raf Kormans 16 keer. Dus eigenlijk ga je daar de tweede in. Nu, dat is op zich, uh, een, dat is een interessante statistiek, als je dat dan gaat uh, afwegen tegen um, het aantal wedstrijden, het aantal starts in 4- en 5-sterren, wie hebben daar de meeste starts? De meeste? Ja. Ja, Merel sowieso. Ja. Uh, wacht, hè, Tim niet denk ik, want hij is het laatste jaar ook niet zoveel veel gecrossed. Goh, de laatste tien jaar. Uh, ja, 14. 14 jaar, ja. tot september 2024. Elaine Pen. Um. Nee. Sanne de Jong nou misschien? Die laatste jaren wel veel. Even kijken waar die staat. Elaine uh, Pen, ook niet weinig, klopt. Ja. Bo, lang vooral kort. Inderdaad, Merel Blom. Uh, Tim Lips. Dat Tim toch wel. Maar hier staat Andrew Heffernan tussen. Ah, okay. Ja, oké. Ja, dat is onze botskort. Ja. Maar Meneer. ik dacht dat aan een. Die rijdt in, in Engeland. Ja. Um, um, Althea Bleekman, Elaine Pen hebben allemaal meer wedstrijden gereden dan jij. Lang vooral kort, als je de afweging maakt, start ten opzichte van resultaten, is er um, een gigantisch verschil tussen Raf Korenmans en de rest van Nederland. 1 op 4 redde jij um, top 5. Dan is het Elaine Pen um, 19%, hè, 1 op 5. En dan zakt de weg. Uh, bijvoorbeeld, maar dat is heeft weinig volume, Werner geven uh, dan Merel Blom, um, Ilona Kluitmans, Janneke Boonzaaier, Tim Lips, zakken, dat ik zo weg. Maar ik vind dat wel knap. Eén op vier, dus niemand in Nederland die in de afgelopen 14 jaar zo straf heeft gedaan als jij. Nee, ja, ja. misschien proberen die met, met minder goede paarden dat ook. Ik weet het niet. Natuurlijk heb je. Ja. Dat ben ik niet aan het proberen. Ja, ja. Dat, is dat statistieken. statistiek. Ja, nee. Uh, ja. Dat als je zegt, ik heb heel veel moeilijke paarden gehad. Ik heb eigenlijk maar twee echt hele goeie gehad. meter staat hier niet tussen. He, want dat is van de volle. Ah, ja, dat is van de Ja. Voilà, kijk. Goed, hè? De meest succesvolle... Content, maar het is gedaan. Nederlandse ruider, <laughs> ja. Nee, nee, maar, maar goed. Ja. Uh, uh, dat is... Dat is ook wel zo. Hè? Um, omdat je, omdat je, het is ook niet zo dat je veel rijdt, wil ik niet zeggen dat je veel gaat winnen. Dat bedoel ik. Ja. Dus, dus ik, ik, ik heb dat de laatste tien jaar minder gedaan om, omdat ik niet zo graag van huis weg ben uh, hmm. met je paard uh, vijf dagen, omdat dat financieel ook niet, niet interessant is. Maar, maar ik, als ik dan reed, wilde ik wel dat ze, dat ze klaar waren. Snapte ja. dan. dan, dan wel, dat meest, blijkt en, hieruit. Hè? En ja. meestal is dat resultaat altijd wel een beetje een lijn in. Uh, hebben, hebben geen diepe dalen? Zo. Ja. ja, kijk. Uiteindelijk gaat het toch eigenlijk om kampioenschap goed rijden. Ja. En dat is dan weer minder. Hè. <laughs> oh, nee, <man. lacht> altijd midden, hè. Ja, ja, altijd midden. midden, midden ja. 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 Je kunt elk getal door elk getal delen, maar ik vind dit toch wel een. Uh... Zwaar. Een leuk statistiek. Nee, nee, maar dat is ook leuk. Dat is ja. Ook leuk. ja, dat is oh. ook leuk. Alleen in het midden, maar toch geen middenmotor. Is dat, is niet dat goed? een titel? Dat lijkt of dat ja. neigt naar een titel. Ja. Of iets met een puzzel. Je hebt heel veel puzzelen gezegd. Puzzel graag? Ah, je Ja, dank je. Je ja. ja. hebt toch veel geduld? Ja. Nou, maar <laughs> niet voor Oké. Okay. Um, Raf, tenzij dat Louis nog iets heeft. Niet zo direct? We hopen echt dat er geen concours is uh, 26 oktober. Dat is binnen drie weken. Um, ik weet niet, jij weet, 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 weet misschien wel. Wanneer is Herning? Ik ga het opzoeken, zeg. Misschien is Herning 2024. Ik kan sowieso een andere datum zeggen, hè. dat weet je. Wanneer is hier? Dat is maart? Nee, nee, het is in november, denk ik. Oktober. 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 Ja, de week ervoor. Ah ja, zo. ja. dan gaan we het, denk ik. Kijk, we met de, is... de pony naar daar of? Hè? Om de twee weken is weer, het zo, Wereldbeker, ja. ze heeft twee fantastische ponies, om moeten we doen. Hè. Ja, natuurlijk. Oh, want daar was ik weer van onder de indruk. Uh, ik heb de barrage gezien van TK. Pau, die pony's, dat is toch niet normaal? Ja, zotte. En die finale stond hij in 35. Mei. Ik ben daar alle keer van onder de indruk in Mechelen ook, uh, die Wereldbeker. Ja. ja. Hoe dat die pony springen, hoe ja. wow, gaat dat, dat staan? Ja, hoe dat sommige maar matig rijden, dat is natuurlijk ja, wij, wij, wij. in de barage van een EK weer wat anders, hè? want daar is het K Kaf van Koren al. Ja, ja. Um, Kaf van ja, ja, Koren, ja, Raf ja, dat lijkt ook. Dat, dat nog een beter. Een eigen had van oh. ponies. Uh. Die dan won, wat is ja, dat? Ja, dan rijd je gewoon een twee-ster binnen. Ah, ja. Ja? Ja, ja. Dat is ja, 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 dat is echt belachelijk. Ja, ja. Die gast reed dan ook alsof dat hij al. Goed, en die jongen is 16, hè? die gaan nou naar de ja. paarden, dat is, dat is een groot verschil. Hè? Uh, 12 of 16, ja, ja, ja. maar die pony, dat is. Ja, dat, dat zag ja ik de... die galop al alleen al. Oh ah, ja. Fenomenaal. Ja. ja, dat was, dat was ietsje uh, David tegen Goliath, hè? Ja, Le letterlijk eigenlijk. Hij tegenover Lieslot dan. Een klein meisje van 12 is een lange Nierman. Maar ja, zo, dat, dat maakt niet uit. Hè. Dat, nee, de, nee, nee. de sport is, is van die leeftijd tot die leeftijd. Ik heb ook nooit tegen Lieselot gezegd: Je hebt nog genoeg ja, of je zijn nog jong. Of, of, nee, nee. Dat, dat hoeft ook niet. Als het moment daar is, moet jij, moet jij gewoon meedoen en, en dan moet je proberen te winnen. Hè. Ja, absoluut. En, en, pff, maar dat, die pony dat is fenomenaal. En uh, het was nog niet zo ver, Nee, nee, en, en, en goed. Ze moest dan als eerste binnen. Dat is natuurlijk geen voordeel. En, en, en uh, dat is ook moeilijk. Ja. Ja. Dus, 26 oktober. Moet ik iets speciaals aandoen? Botten meepakken. – Misschien ja. wel laarzen meenemen. Ja. Oké, okay. ja. Laarzen. Uh, ja. Uur, uur wordt nog doorgegeven. En dan het weer, ja. Het met Het moet in de regen zijn. Pak de fiets mee. We zijn, we zijn lang onderweg. Hem, he. He. Nee, dat maakt, Meestal mag het niet met de fiets. Oké, ja. oké okay. okay. Hey, de, de cross bedoel je? Ja? Meestal maak je dat niet met de fiets. Ja. Okay. Als het zo nat weer en dan wat de sporen. Ja, begrijp Maar oh, we kunnen wel ja. ervoor misschien een ritje gaan doen. Hè? Voila. Of ja. daarna. Ja. U zie ik, uh, <laughs> we zien elkaar zaterdag. Zeker weten. Misschien als er mensen mee willen. Ja. Nee. <laughs> we vertrekken in Bouwen. Ja, we vertrekken in Bouwen. <laughs> Raf, als je je groepen voelt, als je vertrekken in Bouwen. Huh? Ik kan eerst nog wat trainen. <laughs> en dan, hoe laat spreek je af? Dat weet ik, ja. Oh, gezegd? Ergens een uur of zo? Half, half tien, denk ik. Nee. Ah, nee, ik land om acht uur. 25, dus oh, even... ja, al dat vlucht. Ja, nee, ja. <laughs> ik ben er, ik ben er, ik ben er. Ja. Dus morgen is morgen, ze normaal geen vertraging, hè? De vlucht. Ja, ik, ik hoop het. Oké, okay, um, voilà. Raf, het was me een waar genoegen, echt waar. Uh, we hebben al veel gasten hier gehad die we eigenlijk al heel goed kenden. Ja. Um, dat was deze keer uh, absoluut anders, maar uh, een, een echt genoegen, veel bijgeleerd. Uh, Helemaal tot rust gekomen ook. <laughs> en uh, voilà. Louis. Nee, heel leuk. Ook van je kant. Blij dat er zat veel in, hè? Ook weer, ja, ja, ja. Met, uh... Eventing, fokkerij een beetje. No. Dressuur, springen. Ja, veel. Een gevoeten. Ja. ja. Ja, absoluut. Dank. En de resultaten. Ja. ja. Chapeau. Voilà. Beste vrienden, dankjewel voor het kijken. En graag tot de volgende keer. En in elk geval, tot in de Peelbergen. 26 oktober. Tot dan. Bye bye.